Dames en heren, welkom allemaal bij het Amsterdamse studentenverkiezingsdebat. Heel erg leuk dat jullie er allemaal zijn. Belangrijk om alvast aan te geven, we gaan op tijd klaar zijn voor Ajax. Dus als je je daar nu al zorgen over maakt, jullie kunnen allemaal naar huis of naar de kroeg. En dan net op het startsignaal denk ik dat we allemaal klaar zitten. We gaan het vandaag hebben over de onderwerpen die voor studenten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld huisvesting, hoe gaan we aan een betaalbare studentenwoning komen? En als we starter zijn, kunnen we überhaupt nog wel aan huis komen? En wat zijn de plannen om dat dan ook waar te maken? We gaan het ook hebben over veiligheid. De kroegen zijn weer open, de clubs zijn weer open. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we allemaal ook veilig, ook 's nachts op straat kunnen zijn? En we gaan het hebben over het klimaat. Dat is ook onze toekomst. Ook op lokaal gebied kan er een hele hoop gebeuren voor het klimaat. Wat is dat dan en hoe belangrijk is het voor een stad als Amsterdam? Vanavond zijn hier 5 partijen bij me aangeschaft. Ik zal ze eventjes voorstellen. Rob Hofland van D66. Heel erg leuk dat je er bent. Ik zag ook een studententijd in Amsterdam. Zeker. Wat was het leukste aan de studententijd in Amsterdam hier? De nacht. De nacht, ja? En waar ging je dan vooral uit? Ik ging veel naar Paradiso. Oh ja. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen en ook heel erg gemist hebben de afgelopen tijd. Zeker. Van de PvdA is hier mevrouw Abdi. Je staat hier naast me, sorry. Ja. Hallo. Ik blokkeerde je ook even. Ja. Ook op de UvA gestudeerd, geloof ik. Ja. Hoe is het om hier weer te zijn, ook in dit gebouw? Ja, dit gebouw was een soort no-go area. Want ik was op politiek gie, deed ik. Okay. Als ouderman huispoort. En dat was zeg maar leuk, karakter. Ja. En hier was massaal, groot. Maar nee, grapje. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Oké, welkom. Meneer Kaan van Denk. Heel leuk dat u er bent. Ik vroeg me af, wat is nou uw favoriete deel van de stad hier? Of favoriete stadsdeel? Mijn favoriet, overal waar eten is. Overal waar eten is? Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Okay, wat is de aanrader volgens u qua eten in de stad? Ligt erg, heel erg aan je mood. Ik kan genieten gewoon van restaurants. Maar ook gewoon van gewoon junkfood kan ik ook wel heel erg van genieten. Okay. Zoals je ziet, ik kan er wel wat gebruiken. Dus voor mij is dit misschien niet zo erg. Maar ja, het kan een dunner bij Dunne Leeman. Vind ik af en toe gewoon heerlijk. Misschien naar Ajax, dat we daar dan allemaal heen gaan en elkaar weer daar zien. Nou, zou doen. Jim Haaien van de SP, welkom. Ik zag ook Ajax-fan stond op de website. Waar gaat u straks kijken en wat denkt u dat het wordt? Ik denk dat ik gewoon lekker thuis in Zuidoosten ga kijken. En we gaan die Portugees natuurlijk in de pan hakken. Ja, hoeveel? is het uit of thuis? Uit. Uit. 0-3. Oeh. Oké, 0-3, daar hou ik u aan. Ik mag het hopen. Imane Nadief van GroenLinks. Yes. Wat is uw meest Amsterdamse trekje of meest Amsterdamse gewoonte? Ik ben gewoon brutaal, dat is het. Ja, dat is echt typisch Amsterdams. Gaan we dat vanavond ook merken? Ja, waarschijnlijk. Oké, kijk naar de andere debatleiders, hou er rekening mee. Ik denk dat het tijd is om te gaan beginnen. Even toch de regels duidelijk maken. We debatteren dus over 3 onderwerpen. Daar doen we ongeveer een kwartiertje over. De tijd wordt bijgehouden door de debatleider. Eén iemand krijgt als eerste het woord. Dat is random bepaald vanaf het begin. Hou het daar niet te lang ook. Denk aan een minuut. En verder kunnen jullie bij elkaar ingaan. Het zijn niet 1-op-1 debatten. Na het debat is er ook tijd voor een pitch. Een pitch duurt 1,5 minuut. Daar ben ik heel streng op. Dus die is uiteindelijk echt klaar. Daarin kunt u alles zeggen wat u wil. Waarom dit publiek op jullie moet stemmen en waar jullie voor staan. Dat is steeds na elke ronde. En ook halverwege het debat is er ruimte voor publieksvragen. Dus mocht je een vraag hebben voor een van deze kandidaten, bedenk die dan en onthoud hem vooral. En ook aan het einde is er ruimte voor vragen. En dat kan op een persoon zijn of één specifieke partij, maar het mag ook een vraag zijn aan allemaal. Ik denk dat het tijd is voor het eerste onderwerp en dat is huisvesting. Dus we gaan door. Maureen, neem het voor. Goedenavond. Het allereerste vraag van onze beeld- en geluidteam om goed in de microfoon te praten. Wordt geapprecieerd. Laten we dan toch maar even gaan beginnen. Want Amsterdam is een studentenstad. Aan de UvA alleen al studeren 40.000 studenten. En deze studenten hebben natuurlijk een woonruimte nodig. Maar de vraag is, moet er meer woonruimte komen voor studenten in de stad? Meneer Haaien,
Wat is uw standpunt? Ja, natuurlijk moet er meer woonruimte komen in de stad voor studenten. Ik denk overigens dat iedereen hier vanavond dat wel met me eens is. Zeker. Maar ik denk dat er ook meer moet gebeuren dan alleen meer woonruimte. Want we hebben de afgelopen jaren gezien dat er meer dan 10.000 studentenkamers zijn bijgekomen de afgelopen jaren. Er wordt bijgebouwd en bijgebouwd en bijgebouwd. En toch zie je dat er een groot kamertekort is en dat met alleen bijbouwen het niet lukt. Dus ik denk dat er nog veel meer moet gebeuren dan alleen maar bijbouwen. Ik denk dat je moet zorgen voor een goede doorstroming. Dat mensen die afgestudeerd zijn ook gewoon een sociale huurwoning of een starterswoning kunnen vinden. Want dat is nu heel moeilijk. En ik denk, en daar zijn we als SP altijd druk mee bezig, dat je iets moet doen aan de huisjesmelkers in de stad. Die studenten uitmelken voor veel te hoge prijzen, voor een veel te klein kamertje. En ik denk dat je daar zetten we al grote stappen in. Hè, door huisjesmelkers aan te pakken, zorgen dat studenten netjes een huurcontract krijgen. Maar daar valt nog een wereld te winnen wat mij betreft. Duidelijk. Mevrouw Abdi, hoe kijkt de PvdA naar dit probleem? Nou ja, wij vinden dat een van de belangrijkste manieren om de wooncrisis op te lossen is betaalbaar maken. Hè? Dus betaalbaar maken op bestaande woningen. Dus zeker moet niet meer gebouwd worden, maar het moet ook gereguleerd worden. Dus dat ben ik ook heel erg eens met de SP. Ik denk wat ook niet onbelangrijk is om te vergeten is, het gaat ook over het feit dat we niet echt woonpolitiek gehad hebben. Wonen wordt nu gezien als een soort handelswaar of iets wat natuurlijk gebeurt vanwege de markt. Terwijl ik denk wat we volgens mij moeten doen is volkshuisvesting weer voorop stellen. Ik denk dat iets is wat we allemaal voelen in de stad. Dat is ook een van de redenen waarom bij de woonprotest meer dan 15.000 jongeren waren komen opdagen. Maar ja, daar moet je dus gewoon veel meer een soort visie ontwikkelen. Dus het werkt niet, zeg ik ook met het huidige kabinet, heel fijn dat verhuurdersheffing is afgeschaft. Maar om tegelijkertijd een right to buy te introduceren, waarbij je allemaal sociale woningen verkopen, laat zien die soort schizofrenie van dat je gewoon niet een duidelijke visie hebt van hoe zou wonen geregeld moeten worden. En denk ik, wonen is een recht. Betaalbaar wonen is heel belangrijk. Ik denk om daar te komen moeten we echt reguleren. Dus daarom ook de zelfbewoningsplicht. Niet alleen voor nieuwbouw, maar eigenlijk voor de hele woningvoorraad. Een ander idee, want net over de huisjesmelkers. Vorig jaar bij de landelijke verkiezingen kregen we heel veel schoon over de Prins Bernhard belasting. Maar ik wil hem toch even hier weer introduceren. Wat wij zeggen als PvdA, het is heel raar dat je over je huurinkomsten, dus stel je voor een pandjesbasis die 5 meer panden bezit, dat je geen belasting daarover betaalt. Dus dat je er gewoon slapend rijk van wordt. Dat is iets waarvan je zegt, belast dat, zet dat geld in voor vernieuwing, voor verduurzaming en voor die betaalbaarheid van bestaande woningen. Oké, helder. Dank u wel. Meneer, sorry. Mag ga, ja, gaat u gang. Ja, ik denk wel, we moeten ook wel hebben over wat de gemeente Amsterdam kan doen. Zo'n Prins Bernhard belasting kunnen wij in Amsterdam niet gaan invoeren. Ja. En er is nog een ander punt wat ik denk wel belangrijk is om aan te snijden. Kijk, we hebben nu heel veel internationale studenten. En daar moet ook een oplossing voor komen. Maar ik denk niet dat de oplossing is om te gaan ageren tegen internationale studenten die hier naartoe komen. Hè, een partij als SP, er zijn ook andere partijen die zijn volgens mij hier niet vanavond aanwezig. Die richten hun pijlen dan op de internationale studenten die hier naartoe komen. Maar ik denk dat we dat soort onderscheid moeten we gewoon niet maken. Alle studenten die hier zijn, daar moeten we naar gaan kijken voor huisvesting. Maar tegelijkertijd, dat is ook wel een belangrijk punt, is dat we toch afspraken moeten maken. En dat hoor je ook de universiteiten zeggen, dat we de instroom van internationale studenten wel gaan beperken. Totdat we genoeg woningen hebben geregeld voor alle studenten, dan kunnen we weer gaan kijken naar het herstarten van die instroom. Mag ik daarop reageren? Want er wordt wel een beetje uitgelokt om te reageren. De SP wordt aangehaald. Ik kan eerst iedereen geruststellen. Als je in Amsterdam wil komen studeren, dan mag je natuurlijk in Amsterdam komen studeren. Waar je ook vandaan komt, als je gewoon inschrijft. Maar wat wij als SP gezien hebben, is dat universiteiten gewoon over de voeten loopt. En dat hebben wij jaren geleden al gezegd. En nu zeggen de universiteiten het ook zelf. We redden het niet meer. We hebben geen huisvesting meer voor iedereen. En ik denk dat het dan verstandig is dat je stopt met werven van internationale studenten. Dat je even pas op de plaats maakt. Want wie wil er nou uit Mexico komen om in Amsterdam te studeren en dan uiteindelijk in een chaletje in het Amsterdamse bos belanden omdat er nergens plek voor je is in de stad? En dat hebben wij als SP jaren geleden al gezien en daarom zeggen wij, maak pas op de plaats, zorg eerst voor die goede huisvesting voordat je iedereen maar binnenhaalt en vervolgens heb je geen plek voor die mensen. Maar het is ook niet de oplossing. Pardon, sorry, volgens mij wilde mevrouw Nadief eerst reageren. Okay. Ja, want het wordt nu een discussie over internationale studenten. En we weten ook een grote oorzaak hiervan is natuurlijk de enorme bezuinigingen van Den Haag als het gaat om onderwijs en als het gaat om investeren in wetenschappelijk onderwijs. En ik denk dat dat heel erg verkeerd is. En daar moeten we juist meer in investeren. Maar inderdaad, dat is een Haagse kwestie. We zijn hier in Amsterdam. En wat we hebben gezien de afgelopen jaren is hoe studenten uitgebuit worden op het moment dat zij een kamer huren en hoe beperkt hun rechten waren. En daarom
daarom hebben we met betreft tot verkamering gekeken van hoe kunnen we de rechten van studenten verankeren en die veel beter beschermen. En dat zij ook naar de gemeente toe kunnen komen. Want er was daar echt een angst voor. Van ja, als ik hier iets over zeg, over mijn huurprijs, over mijn woonomstandigheden, dan ben ik mijn kamer kwijt en dan kan ik hier niet meer blijven. En daar hebben we juist maatregelen voor genomen. We kijken ook naar verkamering over de hele stad. Dus dat we dat ook veel meer verspreiden. Want dat vinden we ook heel erg belangrijk. We hebben bijvoorbeeld een max van 5%. En de SP, de wethouder wonen, heeft daar natuurlijk heel veel werk in gedaan. En wij ook. En ik kan me echt de mailtjes nog herinneren van al die studenten. En al die studenten die kwamen inspreken. Wat voor verhalen daarvan uitkwamen. Het is echt schandalig. En ik ben blij dat we die zetten hebben kunnen nemen. Maar het gaat niet alleen over je studententijd. Op een gegeven moment ga je uiteindelijk afstuderen. En is het ook heel erg belangrijk dat er ook voldoende woningen zijn op het moment dat je afgestudeerd bent en gaat werken. En dan vervolgens op een plek terechtkomt in Amsterdam. En dat is ook heel erg belangrijk. Dus het gaat niet alleen over studentenhuisvesting, maar het gaat ook die doorstroom op de woningmarkt. En dat is heel erg belangrijk. Mevrouw Abdi. Ja. Nou, ik wilde toch wel heel kort even iets zeggen. Want er werd net gezegd, ja, we moeten Haagse niet vermengen met Amsterdamse. En ik denk dat is mooi in een soort debatvoorbereiding. Of als je langer misschien in de raad hebt gezeten. Maar die lag je echt wel in elkaars verlengde. Weet je, wij zijn gemeente Amsterdam. Een van de grootste steden in Nederland. We zien als wij hier goed beleid doen, dat Den Haag dat ook overneemt. Maar ook dat de deur heet plat lopen. Heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld lerarenbonus. Dat is iets wat wij als Amsterdam hebben gedaan, landelijk overgenomen is. Dus meer om de distinctie maken, ja, dit zijn de gemeenteraadsverkiezingen en je moet ook stemmen op gemeentelijk beleid. Maar een politieke partij, die kan ook invloed uitoefenen op wat zijn collega's, wat ze doen in Den Haag en vice versa. Dus ik vind het ook belangrijk, zeker bij woonpolitiek, dat we inderdaad kijken, wat kunnen we hier in Amsterdam doen? Maar je moet ook kijken wat partijen doen in Den Haag en ook Den Haag daarvoor belobbyen. En dat is een van de dingen waar ik in ieder geval met dit dossier echt wel voorop in ga lopen. Meneer Hofland. Ja, en daar boeken we natuurlijk ook grote successen in met die opkoopbescherming. Opkoopbescherming, zei ik. Daar boeken we natuurlijk ook grote successen. Wij kandideren ons hier voor de gemeenteraad. En als we zeggen, de woonpolitiek is afwezig geweest, met name van de PvdA, vind ik dat best wel een beetje apart. Hè, als partij die 80 jaar lang al de scepter zwaait in de stad, en de laatste 8 jaar misschien iets minder. Ik ga het vanavond gewoon alleen maar hebben over dingen die ik zelf ook kan doen straks. Daar beperk ik me toe. Ja, maar dat is de essentie. Nee, maar dat is de essentie. Dus wat kunnen we wel doen? Hè? Wat kunnen we hier nou in Amsterdam doen? Als wij gekozen worden, dag 1, wat gaan we doen? Nou, wat we kunnen doen is op heel veel plekken tijdelijke woningen neerzetten om die nood die nu zo groot is, de eerste batch daarvan al op te lossen. En dan bedoel ik niet die containerwoningen, maar hele mooie circulaire woningen die op dit moment goed neergezet kunnen worden. We moeten fors bijbouwen en niet alleen zeggen we gaan bijbouwen, maar ook de ideeën hebben hoe je dat kan doen. Daar hebben we een uitgebreid woonprogramma voor geschreven. Je kan bijvoorbeeld in de buurt van OV-knooppunten kun je wat meer de hoogte ingaan om zo studentenwoningen bij te bouwen. En een derde wat je kan doen, en dat gaat even over wat GroenLinks zei. Kijk, daar waar het gaat over huurrechten en studenten beschermen kunnen we elkaar helemaal vinden. Vinden we precies hetzelfde. Maar die 5% waar mevrouw Nadief het net over had, dat gaat over woningdelen. Maar het gaat ook over woningdelen als je met z'n drieën wil wonen. Daar zit op dit moment een verbod op. Daar moet je een vergunning voor aanvragen als je met z'n drieën wil wonen. Dat zijn heel veel potentiële studentenwoningen in de bestaande woningvoorraad waar we op dit moment een verbod op leggen. Wat wij zelf kunnen doen, zonder met één vinger naar Den Haag te wijzen, is duizenden woningen voor studenten vrijmaken door die vergunningplicht voor huizen voor 3 mensen... gewoon op te heffen en het weer makkelijker te maken om gewoon studentenwoningen erbij te maken. En daar pleit D66 voor en daar, volgens mij zijn we daar redelijk uniek in dit gezelschap, al weet ik het van jou niet 100% zeker. Mag ik één ding corrigeren? Als je ergens een vergunning voor moet aanvragen, betekent dat geen verbod. Maar ik zou het dan ook wel fijn vinden als D66 erbij gaat vertellen wat voor huren de studenten straks moeten betalen als de huisjesmelkers weer vrij spel krijgen. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Ja, niet veel te hoge huren, maar daar zijn we het helemaal eens. En ik vind het ook dat de SP-wethouder de afgelopen 4 jaar een compliment verdient voor hoe hij achter de huisjesmelkers is aangegaan. En daar heeft hij 4 jaar lang ook onze steun van gehad. Ja, maar ik hoor nu toch wel een beetje bij de nieuwe plannen, hoor ik alweer een beetje afbrokkeling aan die steun. En als je die huisjesmelkers vrij spel geeft, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan gaan ze gewoon weer torenhoge huren vragen en dan gaan ze die studenten gewoon weer uitmelken. Ik spreek bij deze de volledige steun uit, net als de afgelopen 8 jaar, dat we die huisjesmelkers flink gaan aanpakken. Ik snap wel dat het fijn is om van de meest rechtse persoon hier die aan te vallen op de hoge huren. Alleen, we vinden hier niet iets anders. Wij vinden ook dat die
asociale huisjesmelkers aangepakt moeten worden. Dat je gewoon normale huren moet vragen. Wij vinden ook dat we met Stichting Woon ervoor moeten zorgen dat iedereen die door de machtige huisjesmelker verkeerd behandeld wordt, dat we die kunnen gaan dat we die kunnen ondersteunen, dat die hun rechten kunnen gaan halen. Dat vinden we allemaal. Wij vinden daarnaast ook dat het een groot probleem is dat heel veel huizen helemaal heel veel studenten helemaal geen huis hebben. Die brengen hun hele studietijd hospiterend door. Er zijn studenten die wonen tot hun 30ste bij hun ouders. Ik heb zelf ook best wel lang een flink stuk op en neer moeten reizen. Dat vinden wij ook een probleem. En wij verzanden niet in maar huisjesmelkers. Ja, die moeten we aanpakken. We moeten veel meer doen. We moeten echt. Ja, maar als we ze nou aanpakken. Eerst meneer Kaan. Nou, ik ben het eigenlijk mee eens. We moeten niet te veel kijken en te veel tegenstellingen opwerpen van ja, student tegen internationale student, tegen huisjesmelkers of Amsterdam tegenover Den Haag. Kijk, we hebben hier 4 coalitiepartijen. Iedereen zegt, we gaan meer bouwen. Oké, maar wat hebben jullie nou de afgelopen 4 jaar gedaan? Kijken we naar het totaal aantal sociale huurwoningen, is die gedaald van meer dan 60% naar zo'n 40%. Daarin zitten ook woningen voor jullie zitten daartussen. En de woningen die nu worden bijgebouwd, ja, er zitten ook het aantal sociale huurwoningen, dan moet je dan verder gaan opsplitsen in het aantal type woningen dat worden gebouwd. Dus er worden wel sociale huurwoningen gebouwd. Een deel daarvan zijn jongerenwoningen. Maar het zijn allemaal, en dat hebben jullie denk ik allemaal zelf ervaren, het zijn allemaal gewoon veredelde studio's. Soms niet eens een kamerwoning. Ja, daar kun je gewoon niet normaal in leven. Maar je betaalt daar wel de 1300-1400 euro huur per maand ervoor. En dan komen ze met middenhuurwoningen, want er wordt ook gesproken over doorstroom. Nou, ga maar een middenhuurwoning zoeken. Ga maar naar Changes bijvoorbeeld. Dan betaal je 1200 euro. Nou, doen ze nog 50 euro servicekosten, doen ze nog 50 euro gemeenschappelijke kosten. Zit je zo op 1300 euro per maand. Dus ik denk ook dat jullie ook hier wat rekenschap moeten geven van wat jullie de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Mevrouw Abdi en dan mevrouw Nadief. Nou ja, ik ben wel deels met Cher eens. Hè. Ik vind zoiets als middenhuur, wat je net aangaf, dat ook inderdaad change. Dat vind ik nou een heel goed voorbeeld waarom ik zeg, want volgens mij de belangrijkste oplossing van de wooncrisis is om te zorgen dat we betaalbaar kunnen wonen. Daar zit echt wel een ideologisch verschil onder. Hè. Ik vind sociale huur, daar wordt altijd heel stigmatiserend over gedaan. Nou ja, zeker door rechtse partijen, misschien voel je aangesproken of niet, maar door heel veel partijen wordt heel stigmatiserend gedaan. Maar volgens mij wat heel erg belangrijk is, we moeten veel meer sociale huur bouwen. Je ziet dat meer dan de helft van de Amsterdammers kan aanspraak maken op sociale huurwoning, maar de wachtlijst is 13 jaar. Wat we ook zien is de inkomensgrens bij sociale huurwoningen ook vaak te strikt zijn, waardoor heel veel mensen er buiten de boot vallen. Dus wat wij als Partij van Arbeid ook zeggen is, van laten we ook gewoon investeren in sociale huur. Laten we ook volkshuisvesting echt voorop stellen. En dat betekent dus echt nadenken wat voor mensen horen in de stad. En dat is wel, denk ik, een verschil tussen sommige partijen hier. Dat ik denk, ik vind het belangrijk niet alleen dat ik hier kan wonen, ook mijn gezin kan stichten. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen dat hier zit, het gevoel heeft, ik kan in een gemengde wijk wonen, in een fijne wijk wonen, waar iedereen elkaar tegenkomt. We willen volgens mij niet een stad waar de tegendelen te groot zijn en mensen zich genoodzaakt voelen als ze klaar met hun studie zijn om te vertrekken. Dus ik denk dat betaalbaar maken van de bestaande woningen, dat dat echt prioriteit is. En daarbij is het dus inderdaad gewoon belangrijk om in te zetten dat reguleren ook, onder andere. Mevrouw Nadief. Ja, ik vind het heel bijzonder dat Denk dit zegt, want de afgelopen 20 jaar is de eerste keer dat er sociale huurwoningen bij zijn gekomen. Ik vind dat echt heel vervelend dat dit zo wordt gesteld, want we hebben juist heel veel gebouwd en we hebben juist met elkaar afgesproken, we willen een betere verdeling tussen sociale huur, midden en vrij, want we moeten ook dit kunnen betalen. Dus we hebben ook gekeken naar realistische doelen van hoe zorgen we ervoor dat we en sociale huurwoningen kunnen bouwen, want even voor de duidelijkheid, sociale huurwoningen, dat is voor mensen die zeg maar maximaal 3000 euro per maand verdienen. Dat is vaak een startsalaris, om heel eerlijk te zijn. Ik bedoel, toen ik net begon met werken na het studeren, zat ik daar echt best wel onder. Dus het is ook heel erg belangrijk dat we ook kijken naar de verschillende inkomens die we hebben in de stad en dat we daarnaar bouwen en dat we de mogelijkheden daarvoor maken. Je opkoopplicht, bijvoorbeeld de zelfwoonplicht hier in Amsterdam voor woningen. Sorry, ik stoor enorm. Dat is een initiatief van mijn collega Nienke van Rensen. Die heeft zich daar keihard voor gemaakt. Er is nu ook bijvoorbeeld gekeken naar woningen. Er staan 4000 dure woningen vrij in Amsterdam. Het is gewoon schandalig. Dus we hebben gekeken, hoe zorgen we ervoor dat we dat kunnen aanpakken? Wat voor maatregelen kunnen we daarvoor nemen? En als het gaat over die lobby naar Den Haag, we krijgen niet zoveel mogelijkheden naar Amsterdam toe om juist als het gaat over huisvesting, als het gaat over de opvang van daklozen, als het gaat over de opvang van ongedocumenteerden. Dat betalen we allemaal uit onze eigen zak. En we doen daar keihard ons best voor. We kunnen niet wachten op Den Haag. Wij moeten maatregelen nemen. En dat zijn ook maatregelen die we hebben genomen de afgelopen jaren.
Ik mis nog wel één ding in dit debat. Overigens over die opkoopbescherming. Als in een politiek debat minimaal 3 partijen zeggen dat ze het idee hebben bedacht, dan is het sowieso waarschijnlijk een goed idee. Dus die opkoopbescherming, daar gaan we met z'n allen flink op door. Wat ik nog een beetje mis dit debat, dat zijn de middeninkomens. Want waar je bij sociale huurwoningen een wachtlijst hebt en het leed gewoon op een lijst ziet, is het bij middeninkomens zo dat er geen lijst is, want de woningen zijn er niet. En de is dus eigenlijk een stille ramp die zich voltrekt, want het zijn gewoon mensen die als ze een kindje krijgen de stad uit moeten. Dat zijn mensen die als ze hun studie af hebben en verliefd worden en samenwonen, dat gebeurt, de stad uit moeten, omdat ze met z'n tweeën met een startsalaris meteen te veel verdienen. Het zijn allemaal mensen die weg moeten van hun voetbalclub, weg moeten van hun favoriete kroeg, waar ze aan hun vrienden tegenkomen, overal weg moeten. En hoe komt dat? Dat komt omdat je in Amsterdam een grote sociale woningvoorraad hebt. En huizen die op de vrije sector zijn, die worden allemaal gigantisch duur. Dus heb je een vette portemonnee, dan kan het nog. Heb je de mazzel dat je eindelijk die lijst hebt doorlopen op een sociale huurwoning, dan kan het nog. Maar voor de andere mensen betekent het, vroeg of laat moet je de stad uit. Daarom hebben we een compleet nieuw segment de afgelopen jaren ontwikkeld. En dat hebben we samen gedaan. En daar was jij het ook mee eens. Dat is helemaal niemand zijn verdienste. Dat is middenhuur. Maar daar zijn er nog veel te weinig van. Dus ik vind een debat over wonen moet ook echt gaan over die stille ramp die zich voltrekt voor middeninkomens die de stad uit moeten. En D66 kiest er als meeste van deze partijen voor. En daar worden we ook vaak veel op aangevallen. Dat gaan we met trots dragen, deze campagne. Wij zeggen, ja, wij kiezen voor de middeninkomens. Want voor hun zijn er op dit moment de minste huizen. Wil je dat iedereen een eerlijke kans heeft op een woning, dan kies je nu voor middeninkomens. Maar ten koste van wat komen die middeninkomens wonen dan? Ja, nou ja, ik kan wel vertellen waar het ten koste van gaat. Jullie kiezen ervoor als je ziet dat een soort taart is. Jullie kiezen ervoor om een deel daarvan, deel daarvan te nemen van sociale huur. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, je zegt het, je krijgt er kritiek op. Ja. Maar de reden waarom ik kritiek op krijg, is omdat we hebben al te weinig sociale woningen. Ja. Mensen maken daar meest aanspraak op. En dat is iets waar ik me persoonlijk ook best wel verwonderd over heb. Waarom je zeg maar die valse tegenstelling zet van sociale huur volgens middenhuur. En volgens niet voor kiest bijvoorbeeld om te zeggen, nou ja, we gaan minder van het dure segment bouwen. Want dat is degene van al die woningen die nu te leeg staan. Om mensen dat niet kunnen veroorloven. Ja, mag ik daarop reageren? Tuurlijk. En we hadden beloofd dat het niet technisch zou worden. Ik ga het proberen zo niet technisch mogelijk te doen. Maar huizen die in Amsterdam worden gebouwd, die worden niet door de gemeente zelf gebouwd. De gemeente geeft grond uit. Voor een koopwoning krijg je veel geld. Voor een sociale huurwoning, dat kost geld. Als je dus zegt, ik wil alleen maar sociale huurwoningen bouwen, kost dat honderden miljoen per jaar. En na een paar maanden kun je dan geen woningen meer bouwen, want dan is het geld op. Die taart waar u het over heeft, het is slim gekozen. Want dan doe je alsof we evenveel woningen bouwen. Maar omdat wij een andere verhouding hebben, bouwen we veel meer woningen. Dus als je kijkt naar absolute aantallen, bouwen we ongeveer evenveel sociale huurwoningen. En het probleem met percentages is dat je er niet in kan wonen. Je hebt een voordeur nodig. Dus hebben wij gekeken naar hoe kunnen we het voor iedere groep zo goed mogelijk doen. Vandaar die bouwverhouding. Ik hoop dat het niet te technisch was. Zelf kon ik het volgen, maar ik zie... vandaar die bouwverhoudingen. Dus ik snap het, hè, van die taart. En dan zeg je pakt het van mensen af. Dat is alleen niet wat we doen. Meneer Haaien. Nou, ik wil de PvdA wel bijvallen en ik wil D66 ook wel een beetje uit de droom helpen. Want die middenhuur, het klinkt prachtig. Ja. En het is goed om woningen te bouwen voor de middeninkomens, maar het werd hiervoor ook al even gezegd. Meer dan 1000 euro huur, 1200 euro huur, dat is ook voor die startende leraar die net al te veel verdient voor de sociale huurwoning, is niet meer te betalen. Dus de echte oplossing is dat je of die huren in de vrije sector gaat maximeren, of zorgt dat meer mensen, dus ook de middeninkomens, gewoon aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning. Precies. Maar nou doet u uw eigen wethouder tekort, want de middenhuurwoningen die uw wethouder heeft laten bouwen de afgelopen jaren, die kosten maximaal 1050 euro, dus niet 1200 euro. Dat zat tussen de 700 en de 1050. Dat ging inderdaad om mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Dat hele middensegment is er met behulp van uw wethouder. En u doet hem daar echt tekort. Dat heeft hij hartstikke goed gedaan. We moeten daar alleen nog veel meer op inzetten. En dat is niet 1200 euro. Dat is 1050 max. Nou, ik ken genoeg Amsterdammers die exorbitante huren moeten betalen op die vrije sector. Dus ik zou zeggen, maximeer die vrije sector. En die middenhuur, het is oké, het is niet zaligmakend. Echt niet. Nee, maar wel belangrijk. Nou ja, ik denk, kijk, hij zei laten we niet te technisch worden, maar ik kan het misschien simpeler vertalen dan wat je net zei. Eigenlijk zegt hij gewoon, we kunnen niet verdienen aan sociale huurwoningen. Dus daarom willen we daar zeg maar kopen voor meer middenhuurwoningen. Maar ik denk fundamenteel gezien, waar hebben we het over? We zitten in een wooncrisis.
de reden waarom NRC voor het eerste keer had over de wooncrisis, omdat het ons allemaal hier raakt. Als ik bedenk, ik ben zelf in een sociale huurwoning opgegroeid, waar we echt om de haverklap niet de rechtszekerheid hadden om daarin te kunnen blijven met renovatie. Je wist dat je er uiteindelijk uitgedonderd kunt worden. Dat is veel langer al gaande. Maar wat er nu fundamenteel aan de hand is, we hebben ons hand totaal overspeeld. We hebben geaccepteerd dat woningen een soort handelswaar zijn geworden waar mensen aan verdienen. Wij als Partij van de Arbeid zeggen, dat vinden we niet kunnen. Wij vinden wonen is gewoon een recht, betaalbaar wonen is een recht. En de reden waarom ik toch echt wel hier wil pleiten voor sociale huur en het ook veel toegankelijk maken voor meerdere groepen, is omdat ik denk dat dat de manier vooruit is. Zodat jij zeker bent van je woning, dat je een goed contract hebt, dat je niet zomaar tussentijds uitgegooid kan worden, dat je kan garanderen dat er kwalitatieve goede woningen zijn en niet een hokje ergens op een grasveld achter. Dat is waar we het belangrijk vinden en ik wil toch echt benadrukken. Ja, die middenhuur klinkt heel aanlokkelijk van, zoals ik zei, sociale huur misschien voor losers, is het echt niet. Sociaal huur is voor ons allemaal, dat is altijd een Nederlandse traditie geweest en die moeten we weer koesteren. Ja, ik denk ook dat we de feiten echt al op een rijtje moeten gaan zetten. Kijk, het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam is verminderd door beleid. En dat beleid was in 2007 ingezet door de PvdA. Dat werd dan toen heel erg vooral ook gentrificatie genoemd. Nu kijken we heel anders naar. Nou goed. We hebben het al gehad over de verhuurdersheffing. Wie heeft dat ingevoerd? Vaak wordt de vinger gewezen naar VVD. Ja, maar het VVD zat in het kabinet met wie? De PvdA. We hebben het over tijdelijke huurcontracten. Wie heeft dat weer afgeschaft? Was ook de VVD met de PvdA. En als we nu kijken naar de afgelopen 4 jaar, moeten we daar gewoon rekenschap van geven. Kijk, we hebben ook gezegd, ja, we hebben meer sociale huurwoningen bijgebouwd. Ja, dat kan wel kloppen. Maar het totale aantal sociale huurwoningen is gewoon afgenomen. Het is van 60% naar 40% gegaan. Dus mensen willen gewoon weten. Nee, ja. Heel kort hoor, Sjeher. Want ik bedoel, prima, hè. De Partij van de Arbeid, zoals ik al zeg, wij zijn een partij die echt volkshuisvest zit in onze DNA. We hebben dat echt niet altijd goed gedaan. Dus te verwijzen naar Rutte 2 iedere keer, dat is leuk. Maar in heel eerlijk te zijn, als je kijkt naar de Partij van de Arbeid, de hele linie, zeker in deze stad. U verwijst kijk er ook naar. U begon met uw verhaal met de verhuurdersheffing. Kijk maar alleen om de hoek van wie bouwt en alles. Weet je, dat zijn allemaal dingen die de Partij van de Arbeid hebben gedaan. En ik denk het eerlijke verhaal is inderdaad, verhuurdersheffing was een slecht idee. Ik weet, want ik was zelf, en al lid sinds mijn 17 mezelf tegen, ook geknokt tegen Rutte 2 meerdere dingen. Dat is wat hier niet staat. Wat ook het eerlijke verhaal is, is dat heel veel dingen die nu gedaan worden om betaalbaar wonen mogelijk te maken, van de verhuurdersvergunning, zoveel plezier komen uit onze koker en daar gaan we nog voor blijven knokken. En daar laten we het bij, want we hebben geen tijd meer helaas. Dus ik geef jullie weer terug aan Max. Dank jullie wel. Dit was de eerste ronde, het eerste thema. Dit was huisvesting. We gaan nu door naar de pitch. En daarvoor heb ik deze Lingo Ballenbak erbij. Yes. Ik heb namelijk jullie allemaal een kleur gegeven. D66 groen, PvdA rood, Denk paars. Dat was het dichtst wat ik bij blauw had. SP, ja, we hadden rood al opgebruikt, dus dat is nu geel. En GroenLinks is groen. Dus helaas. Sorry. Oh, maar, heb je D66 en GroenLinks allebei groen gemaakt? Wat is oranje dan? Daar gaan we ruzie om krijgen. Groen. Nou, dat zie ik. Oranje, ja, wie wil oranje? Ik wil wel oranje. Okay. Prima. D66 krijgt oranje. Dat is goed dat je het zegt. Ja. Oké. En dan gaan we kijken wie nu als eerste mag. Dat is paars. En dat is Denk. Ja. Anderhalve minuut. Ik hou hem hierbij. Dacht ik. Als ik een timer krijg van iemand. En ik onderbreek u. En ik geef aan wanneer er 10 seconden over is. Gaat u gang. Het mag van alles gaan. Ja. Ja, inderdaad. Dat was voor mij even belangrijk. Want ik wil het hebben over onderwerpen dat het vandaag niet op de agenda staat. Afgelopen week werd duidelijk dat het hebben van een niet-westers uiterlijk reden was voor de Belastingdienst om je te selecteren, om je onterecht als fraudeur te bestempelen en als gevolg daarvan gewoon letterlijk je leven kapot te maken. Als we hier even bij stilstaan, het hebben van een niet-westers uiterlijk was de reden dat sommige mensen waren opgevallen. Alleen je uiterlijk, dus niet je gedrag, maar hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt. Hier zien we gewoon een duidelijk voorbeeld van hoe ver die negatieve stereotyperingen, die vooroordelen, hoe ver dat is doorgedrongen. We praten hier over keurige ambtenaren die volgens mij gewoon netjes naar hun baan gaan. Dan gaan ze naar huis en doen ze gewoon hele, ja, ik denk gewoon normale dingen. Volgens mij zijn het niet allemaal PVV of FVD-stemmers daar. Dus we moeten hier echt goed naar kijken wat er hier aan de hand is. Wanneer vooroordelen, negatieve stereotyperingen met kracht worden bijgezet met de macht van insluiting en uitsluiting, dan spreken we over institutioneel racisme. Dat is wat er gebeurd is bij de Belastingdienst.
Dat is eigenlijk in het groot wat elke dag gebeurt in het klein in Amsterdam. Want we weten dat er iets is zoals arbeidsmarktdiscriminatie, woningmarktdiscriminatie. Er is ook zorgdiscriminatie, sportdiscriminatie. Het etnisch profileren gebeurt bij de OM, bij de marechaussee, bij de politie. Ik kan het hele rijtje kan ik afgaan. En dit raakt aan de kern van onze democratie. Hè? Er wordt soms gesproken, ja, we gaan naar een situatie waar de tweederangsburgers zijn. Nou, als je deze feiten naast elkaar zet, dan kunnen we gewoon niet spreken van een dreiging. Dan is het er al. Tot slot. Wat de dreiging is, tijdens dat het nog erger gaat gebeuren. En misschien nog een laatste zin. Ja, we moeten toegaan naar een inclusieve samenleving. Waar, als we het hebben over Nederlander, dat we niet meer denken in kleur. Een kleurloze Nederlander. Een hele lange zin wordt dit nu. Daar moeten we naartoe gaan. En daarvoor is het belangrijk, dat ga ik echt afsluiten. Het enige wat wij als DENK vragen is hetgeen wat op papier staat in onze grondwet, dat moeten we in de praktijk gaan brengen. Dank u wel. Een hele hoop komma's in ieder geval. We hebben nog ruimte voor één pitch nu. Dat is Geel. En Geel was de SP geworden. Yes. Meneer Haaien. Ja, als ik bij mij in Zuidoost de deur uitloop, ik woon in de K-buurt en ik zet een paar stappen de Kaspel Dreef op, en dan valt mij één ding op. En dan valt het gelijk op dat de mensen in Zuidoost het niet breed hebben. En dat is waar ik het vanavond over wil hebben. Want ik merk op de Stopera, op het stadhuis hier in Amsterdam, dat de blik altijd heel snel naar de binnenstad gericht is en wat daar allemaal gebeurt. Maar ook buiten de ring in Zuidoost en in Noord en Nieuw-West gebeurt van alles. En wat daar vooral opvalt is de armoede, de struggle die mensen hebben. Er zijn altijd nog 30.000 kinderen in Amsterdam die opgroeien in armoede. En dat betekent soms, heel schrijnend, dat er gewoon geen geld is voor eten op tafel. Maar het kan ook betekenen dat er geen geld is voor de voetbalclub, dat er geen geld is om nieuwe kiksen te kopen, of dat er geen geld is voor de muziekles, of voor gitaarles. En als wij als SP doorgaan in het stadsbestuur, of waar wij als SP zowel binnen als buiten dat stadsbestuur, dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit, maar waarvoor wij blijven knokken als SP is om die kinderarmoede de stad uit te krijgen. Om ervoor te zorgen dat iedere Amsterdammer mee kan doen. En ik merk, ik heb nu al een aantal verkiezingsdebatten achter de rug, dat de blik heel snel gericht is op die binnenstad, wat daar allemaal gebeurt, de hoogopgeleide Amsterdammers. Maar jongens, ik zou vanavond willen zeggen, kijk ook eens buiten de ring en vergeet die kinderarmoede niet. Want er zijn nog altijd 30.000 kinderen in Amsterdam die opgroeien in armoede. En wat SP betreft gaat die armoede zo snel mogelijk de stad uit. Dank u wel. Keurig binnen de tijd, dank daarvoor. We gaan door naar het tweede onderwerp. En dat is, het tweede onderwerp is, veiligheid, dat is waar. Veiligheid, mijn collega Rivka, geef ik het woord. Het afgelopen weekend mochten wij allemaal weer uit. We konden weer wat biertjes drinken, we konden dansen in een club. En natuurlijk om 1 uur 's nachts met de fiets naar huis. In het huidige Amsterdam kan ik nog wel om 1 uur 's nachts op de fiets naar huis. Is het voor mij veilig om dat te doen? Als de meest onveilige gemeente van Nederland, met de gijzeling gisteren in een Apple Store, hoe gaat de partij ervoor zorgen dat over 5 jaar Amsterdam een veiligere stad is? Daarom is het tweede onderwerp van vandaag openbare orde en veiligheid. Met de openingsvraag, moet Amsterdam veiliger worden? Ik ga zo meteen beginnen met meneer Kaan, maar voor ik dat doe, wil ik nog even duidelijk aangeven dat ik degene ben die u het woord geeft, liever geen mensen onderbreken. Meneer Kaan, als ik uw partijplan las, zag ik vooral heel veel preventieve maatregelen om in de toekomst Amsterdam misdaadvrij te maken. Waarom heeft u ervoor gekozen die plannen te doen en bijna niks te zeggen over wat er moet gebeuren om op dit moment Amsterdam een veiligere stad te maken? Nee, kijk, wij zijn voor een totaalaanpak. Je moet komen met preventieve maatregelen en je komt met repressieve maatregelen. Maar misschien moet ik nog even uitleggen wat onze visie is, hoe wij criminaliteit willen gaan bestrijden. Wij vinden dat je op een wetenschappelijke manier criminaliteit moet tegengaan. We zijn een voorstander van de zogeheten volksgezondheidsaanpak. Dus dat betekent dat je op wetenschappelijke manier kijkt welke maatregelen werken wel en welke maatregelen werken niet. Nou, de maatregelen die niet werken, die schrijf je gewoon aan de kant en dan ga je door met de maatregelen die weer werken. En zo kom je steeds bij een verfijning en een betere aanpak van criminaliteit. Een onderwerp waar er veel discussies zijn geweest over preventief fouilleren, maar we kunnen het misschien zo direct dan over hebben. Maar om terug te komen naar de vraag, ja, we staan voor een preventieve aanpak en voor een repressieve aanpak. Kijk. Op dit moment wat wij merken waar het tekort aan schiet, is het gaat om die preventieve maatregelen. Wil je dat in een stad als Amsterdam, met een hele grote jonge bevolking,
Dat al die jongeren, dan gaan we gewoon naar school gaan, naar werk gaan en gewoon zijn best gaan doen. Dan moet je daar veel meer op gaan inzetten. Want je kan niet een stad als Amsterdam, kan je niet volgooien met camera's. Kan je niet op elk probleem handhavers afsturen, politieagenten afsturen, boetes uitschrijven. Maar laat me wel vooropstellen, ik geloof wel dat het moet een totaalpakket zijn. Hè? Repressie kan gewoon werken, dat klopt ook, maar het is tot een bepaalde mate. Wil je een stad die, waar burgerrechten ingeperkt worden, hè? Dus dat gebeurt met preventief fouilleren. De politie kan je overal een aantal tijd aanhouden, je hebt geen controle meer over je eigen lichaam. Wil je overal dat de camera's worden opgehangen, waardoor je geen privacyrechten hebt? Dat is denk ik de vraag die je moet gaan stellen. Van, wil ik zo'n stad of wil ik juist een stad waar we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk criminaliteit in eerste instantie ontstaat? Meneer Hofland, u heeft aangegeven in uw partijplan juist wel meer wijkagenten te willen. Best wel duidelijke punten voor meer huidige maatregelen. Als u hoort wat meneer Kaan net zegt, waarom gaat u dan voor wel meer repressie, als we dat zo zouden noemen? Ik ben het volkomen met de heer Kaan eens, wat hij hier allemaal zegt. En hij geeft zelf ook wel aan van repressie vinden wij ook belangrijk. Ik ben het echt volkomen eens met wat hij gezegd heeft. Dus misschien kan ik er nog iets aan toevoegen. En dat is dat heel veel van de criminaliteit die er is op dit moment. En heel veel van de extreme dingen die er in de stad gebeuren. Denk aan een moord op Peter R. de Vries. Die lijken bijna altijd verband te houden met grootschalige drugshandel. Dat is echt een gigantisch probleem. Nou, dat hebben we in de hele wereld op dezelfde manier proberen op te lossen, eeuwenlang. Namelijk verbieden en dan hopen dat het weggaat. Maar dat idee is failliet, dat is nergens gelukt. Dus we zullen echt fundamentele stappen moeten zetten met het legaliseren en reguleren van drugs. De handel van die criminelen afpakken. Omdat je ze daarmee een handel afpakt, waarmee ze nu geld verdienen, kwetsbare jongeren in onze buurten verleiden. En waardoor in onze buurten soms met AK-47's de kogels je om de oren vliegen. Dat heeft vaak gewoon direct of indirect te maken met drugshandel. En als je daar echt wat aan wil doen, dan kun je 100 wijkagenten neerzetten, dan kun je er 200 neerzetten. Maar uiteindelijk is dat grote drugsgeld niet te verslaan als je niet de handel bent bereid af te pakken. Dus hoe zou je dat dan doen? Een specifiek plan? Ja, dus bijvoorbeeld wat je kan doen is, laten we eens beginnen met de teelt van wiet voor coffeeshops. Ik had beloofd niet over landelijk beleid te praten, maar nou is het mooie dat in het landelijk beleid een experiment staat waar Amsterdam gewoon ja of nee tegen kan zeggen. Er is ook experimenteerruimte misschien voor meer drugs, hè? Misschien komt er wel MDMA. Daar zal Amsterdam volmondig ja telkens tegen moeten zeggen, want je moet onderdeel zijn, we moeten weer die koploper worden van het legaliseren van drugs. En het is ook echt compleet logisch, hè? Want we hebben hartstikke veel coffeeshops in de stad. Daar wordt een product verkocht wat niet gemaakt mag worden. Dus wij staan gewoon toe met onze open ogen dat we grof geld laten verdienen in onze eigen coffeeshops. Maar we weten niet waar het vandaan komt. Ja, dat is krankzinnig. Je moet die productie en die handel moet je gewoon legaliseren. Daar kun je de regels voor stellen. Ja, dat is wat we kunnen doen. Mevrouw Nadief, u gaf me al een knikje. Volgens ja, mij nee, maar ik vind het heel erg goed. Meneer Kaan, u mag daarna. Nee, maar ik vind het heel erg goed. En ja, nou, iedereen weet al wat het standpunt van GroenLinks is, als het goed is. Dus wij delen dat standpunt zeker. En dan kunnen we ook reguleren wat erin zit. Want dat is ook iets wat we niet kunnen reguleren. Want de bijeffecten zijn ook heel erg belangrijk dat we daar oog voor hebben. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En we hebben het over drugs gehad. Het gaat ook over veiligheid op straat. En we merken ook, er is veel meer aandacht gekomen voor veiligheid van vrouwen. Maar ook LHBTQIA+ op straat. Dat we daar echt veel meer op moeten inzetten. En dat is aan de ene kant, vind ik zeker, dat je die criminaliteit moet aanpakken. Dat is de ene kant. Aan de andere kant betekent het ook het preventieve. Dus het gaat echt ook over onderwijs. Het gaat ook echt die gesprekken in de stad voeren. En ook vragen aan de groepen zelf, aan de personen zelf. Waar hebben jullie behoefte aan? Dus ik denk dat er echt twee verschillende manieren zijn. Dus preventie en repressie. En ik denk dat we dat met elkaar allemaal wel eens zijn. En ik denk dat dat wel heel erg goed is als ik kijk naar Amsterdam en onze Amsterdamse gemeenteraad. Is dat we het echt met elkaar eens zijn van iedereen verdient een veilige leefomgeving. Iedereen verdient een veilige studeeromgeving, leeromgeving, werkomgeving. En daarvoor moeten we ons inzetten. We moeten als gemeente het goede voorbeeld stellen, daarin investeren. We moeten ook kijken, ook met politie, want er is gigantisch veel wegbezuinigd. Er zijn heel veel politiebureaus weg. Dat betekent dus dat zaken ook blijven liggen. Nou, dat is heel erg zonde, want het is juist belangrijk om die zaken op te pakken. Nou, daarin willen we investeren. Ik had beloofd u nog even het woord te geven.
Ja, ik zat na te denken, ik wilde op iets reageren, maar ik ben niet even kwijt. Maar dan ga ik wel door op mijn collega. Zag ik al graag dat hij wat wilde zeggen. Ik wilde misschien meteen een voorstel gewoon doen. Want ik denk, volgens mij is het ook al goed om te weten van wat zijn dingen waar we als partij op kunnen samenwerken. En ik vind het bij uitstek één waarvan ik denk, laten we het over praten. Een van de dingen waar ik me best wel veel mee bezig hou is seksuele straatintimidatie, maar ook seksueel geweld. Reden waarom is, als je kijkt alleen al Amsterdam, 2 op de 3 vrouwen hebben daarmee te maken. 1/4 van de mannen hebben mee te maken. Maar er zijn heel veel weinig mogelijkheden om echt melding te doen of dat er iets gebeurt met die aangifte. Dus dat is ook omdat de politie ook beperkt zijn capaciteit. Dat is ook omdat kennis daarvoor ook ontbreekt. Dat zie je zeker als het gaat, Imane noemde net al, bij LGBT-jongeren, maar ook bij transgender mensen. Als je ziet dat 80% van hun heeft te maken met gewoon intimidatie. En dat is niet alleen maar sissen of iets na hem, maar ook geweld. Dus vind, daar moet echt aandacht voor komen. Want ik denk dat er wel een zeker soort stille pandemie gaande is. Ik bedoel, als je kijkt naar Amnesty, die heeft onderzoek gedaan vorig jaar. En er kwam uit dat 1 op de 10 Amsterdamse studenten is verkracht geweest tijdens haar studie. Ik schrik daar enorm van. Dat is niet iets waar we volgens mij heel vaak met elkaar over hebben, maar dat is gaande. Dus niet alleen aandacht op straat, geweld misschien wat je ziet op straat. Ik zou ook heel graag aandacht willen voor de geweld dat je niet altijd meteen ziet, maar die wel heel schadelijk ook is. Dus dat betekent ook dat er gewoon veel meer aandacht moet komen, ook voor hulpverlening aan slachtoffers. Er moet veel meer gesprekken plaatsvinden, ook hier, ook binnen de politiek trouwens, over hoe ga je hiermee om. Maar belangrijker nog, dat moet ook geprioriteerd worden. Je kan, omdat de politiecapaciteit zo schaars is, niet altijd zeggen van, nou, we gaan gewoon focussen op hetgene wat het meest zichtbaar is, maar we gaan de rest laten liggen. Het is iets waar ik me echt hard voor wil maken. En ik denk dat wij eigenlijk met z'n allen, ja, dat wij hier wel echt heel nauw kunnen samen optrekken. Zeker. Hoop ik, maar ik denk het van wel. Ja. Meneer Haaien, ik heb u nog niet gehoord. Meneer Kaan, u mag daarna. Ja, waar staat u? Wat zijn uw plannen voor veiligheid? Er zijn heel veel zinnige dingen gezegd, hoor. Eigenlijk deel ik het meeste wel wat er gezegd is. Ik vind het eigenlijk jammer dat de VVD er nu niet is vanavond. Ja. Want het zijn de crimefighters van de VVD, hè? Ivo Opstelt en Fred Teven geweest, die bezuinigd hebben op de politie, waardoor je nu zo'n 500 wijkagenten tekort komt in Amsterdam. Maar ik denk, als ik dan toch stelling moet nemen vanavond, dat je vooral in moet zetten, hè, waar ook al over gesproken werd, jongeren in kwetsbare wijken die verleid worden om de drugs in te gaan. Dat gebeurt overal in de stad. En ik denk dat je vooral moet inzetten op preventie, onderwijs, arbeidsmarkt. Zorg dat die jongeren een goede stageplek en een baan krijgen, zodat ze minder snel in de verleiding komen om het foute pad op te gaan. Ga je daarmee alles de kop indrukken? Nee, zo naïef moet je ook niet zijn. Maar je moet zeker meer inzetten, stevig inzetten op preventie. Meneer Kaan, u mag eindelijk. Ja, dankjewel. Kijk, ik kan me eigenlijk volledig aansluiten bij de bijdrage hiervoor. Ik denk ook dat mannen eigenlijk aan zet zijn. We zien dat straatintimidatie, of het nou voor op straat is of achter de voordeuren, mannen spelen gewoon daar gewoon 9 van de 10 keer een belangrijke rol in. Ik ben ook blij dat we samen met Bijeen op dit moment een motie hebben ingediend om meer te gaan investeren in mannen-emancipatie. Want je ziet heel vaak dat mannen vinden dat zij zich moeten voldoen aan een bepaald imago en daaraan bepaalde handelingen aan verbinden. Hè. Eén daarvan kan zijn het nazissen en het uitschelden van vrouwen. Ik denk dat het echt belangrijk is dat we meer rolmodellen gaan inzetten die in die wijken gaan en dan zelf het vragen uitleggen van, ja, wat zijn we nou hiermee bezig? Dit hoort gewoon niet. Een ander punt is, de PvdA's had het over schaarse politiecapaciteit, dat klopt. Dat is echt een probleem in Amsterdam. Ook dat we niet kunnen meer inzetten op diversiteit. Maar daar ben ik wel benieuwd, want waarom is de PvdA dan een voorstander van preventief fouilleren? Als we weten, we hebben onlangs een proef gehad, 1000 schaarse en kostbare politieuren hebben we ingezet, 0 vuurwapens van de straat afgehaald. Wij zeggen, pak het wetenschappelijk aan. Iets wat niet werkt, moet je niet inzetten. Maar toch is de PvdA voor preventief fouilleren. Dat klopt zeker. En ik had de beurt onderling beloofd aan Adif. Ik kreeg al een knikje, dus helaas. Ja, ik wil wel één ding zeggen, want mannen die een bepaald imago moeten hebben, ik heb recht op mijn eigen lichaam en niemand anders. En dat imagoverhaal, dan lijkt het bijna alsof een vrouw, zeg maar, een soort van middel is om daaraan te voldoen. En dat is gewoon niet oké. Je blijft van iemand af en je laat iemand met rust. Dat is gewoon je recht. En ik vind het heel erg mooi ook. De afgelopen 4 jaar hebben we ons ingezet met de emancipatieagenda, waarin we mannen ook expliciet een rol hebben gegeven van, ja, als het gaat om emancipatie, moet iedereen meedoen. Het is niet alleen de groepen die er last van hebben die dat moeten doen. Nee, het zijn ook de personen die dat veroorzaken. En die moeten we ook gewoon aanpakken. En die moeten ook gewoon een rol daarin spelen. Verder heeft ook de burgemeester zich enorm ingezet als het gaat om seksuele intimidatie op straat, maar ook online. Want dit is ook een steeds groter
probleem en we zien de gevolgen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Als ik dan zie dat het bijvoorbeeld soms zelfs leidt tot zelfmoord, als er bijvoorbeeld foto's worden verspreid online van minderjarigen. En dat is ook iets waar we echt veel meer op moeten inzetten. Ik ben blij met de lijn die we hebben ingezet de afgelopen 4 jaar, dat we echt hebben gezegd, we zetten een emancipatieagenda, we gaan een aanpak online intimidatie doen, we gaan een aanpak straatintimidatie toe. En de volgende 4 jaar is het echt belangrijk dat we dat doorzetten. Maar laat duidelijk zijn, je hebt recht op je eigen lichaam. Mevrouw Abdi, u wilde net even reageren. Ja, dus ik denk het wel goed om te reageren. Nou ja, Sheher weet ook, ik ben nieuw. Maar ik wil toch een voorbeeld gebruiken, ook iets uit Londen. Ik heb heel lang in Whitechapel gewoond, East London. Dat is een hele diverse buurt. Maar daar werd gemiddeld 1 op de 3 jongeren had te maken met een geweldincident met messteken. En mijn moeder zei altijd, oh, het is zo goed dat dat niet in Amsterdam aan het gebeuren is. Maar wat zien we nou? We zien dat het aantal jongeren die met een mes op zak loopt, enorm is toegenomen. Als ik praat met buurtmoeders en als ik praat met buurtmoeders en mensen in de wijk, die zeggen allemaal, alsjeblieft, doe iets. Dus ja, wij als PvdA zijn voor preventiviëren, maar wel ook op basis van een onderzoek. Hè. Daarom hebben we ook gepleit voor die onafhankelijke burgerwaarnemers. Als je kijkt naar de steun voor preventiviëren in deze experiment, A-select, dan zie je dat daar echt iets van bijna 70% van de mensen zeggen, doe het. Dus wij zijn daar achter gestaan. Waarom? Omdat we vinden dat is allemaal wel nodig. En ik moet eerlijk zeggen, een van de dingen waar ik een beetje van schrok, ook kijken naar de Amsterdamse gemeenteraad, sommige debatten, dat je zag dat partijen een beetje elkaar vliegen proberen af te vangen hierop. Terwijl ik denk, nee, dit is echt nu gaande. En we moeten voorkomen dat Amsterdam niet een soort Londen wordt, waar jongeren, omdat ze zich onveilig voelen, bij wijze van spreken zo een mes pakken en er totaal geen consequenties aan verbonden worden. Dus ik zal daar altijd voor pleiten. Ik ben ook tegen etnisch profileren, maar er wordt heel vaak door denken ingegooid. Etniciteit speelt geen kwestie. Als het een kwestie is, zijn we daar heel streng op. Dat is ook niet uit voortgekomen uit het onderzoek. Dus ja, ik denk dat dat een ding is. En ook over de politieschaars vind ik ook een belangrijke. Ik ga niet op de stoel van de politie zeggen waar zij vinden dat ze hun capaciteit aan moeten besteden. Ik kan ze alleen maar zeggen van prioriteer dit. En als ik met de politie praat, zeggen zij, wij willen hier tijd in investeren. Wij vinden dat het belangrijk is, want we zien gewoon dat het er vaak misgaat. Ach, ik zou... Karen, kunt u even kort hierop reageren? Ja, kijk, ik denk wel dat je zo'n mening, zo'n standpunt moet innemen. Want je zit in de gemeenteraad juist om de politie aan te geven waar zij inzet moeten plegen. Hè? Dus je gaat als gemeente, ga je daar wel over. Zeker. Dat ten eerste. Ten tweede, ik vind niet dat we met schrikbeelden moeten komen van ja, in Londen, we moeten niet Londen achterna gaan. Lijkt een beetje op VVD en jaar 21 retoriek. Als we kijken naar de cijfers, ik heb al gezegd, wij staan voor een wetenschappelijke benadering. Sinds de jaren 90 is het aantal incidenten, wapenincidenten, steekwapenincidenten, is gewoon afgenomen met een derde. Kijk, je moet het wel in de context gaan plaatsen. Ja, in de laatste 2 jaar is er een stijging onder een bepaalde groep. Maar als we het toch hebben over preventiveren, dat is maar een laatste punt dan. Ja. De groep met de laagste opbrengst, bij de afgelopen proef met preventiveren, de laagste opbrengst was precies in die categorie waarvoor u zegt, ja, daarvoor moeten we preventiveren inzetten. Nogmaals, 0 vuurwapens en de laagste opbrengst in die jongste groep. Ja. Hier wil ik wel echt op reageren, want over die laagste opbrengst wordt heel vaak herhaald. Waarom was er een laag opbrengst? Omdat het een kleinschalig experiment was. Dat is ook een van de redenen waarom de burgemeester zegt, ik wil het een jaar doorzetten, zodat we een echt volledig goed beeld kunnen krijgen. Dus je kunt dat niet zo tegenwerpen. En ik moet echt zeggen, je doet dat of ik een schrikbel doe. Ik ken heel veel mensen in deze buurt die hier zich echt doodsbang over zijn. Een van hele goede vrienden van mij is een leraar. Die zegt, wij kunnen dat allemaal niet controleren, weet je wel. Maar we zien gewoon dat jongeren zich super onveilig voelen. We zien dat de invloeden zijn van bijvoorbeeld drill, rap, muziek, al dat soort dingen die dus leiden tot incidenten. En dan denk ik, als je een incident hebt in Noord, waar een 12-jarig iemand andere 12-jarige jongetje zeg maar bij een neersteekt, dan kan je niet zeggen, ja, we gaan dit toch even wegdoen, want ja, wetenschappelijk gezien zien we het niet. Ga naar die wijken, praat met die mensen en zij zeggen, wij willen dat dit stopt. Ik zou heel graag nog heel even meneer Hofland willen horen. Die heb ik nog niet veel gehoord vanavond. Waar staat u hier? Nou, kijk, ik ben het volledig met de PvdA eens. Mensen maken zich hier gigantische zorgen over. En er kan een onderzoek zijn waaruit blijkt dat het wapenbezit niet toeneemt. Maar als je daar gaat praten met mensen, dan hoor je dat het een gigantisch probleem is. Wat ik in het veiligheidsdebat ontzettend vervelend vind, is dat voorstanders en tegenstanders van maatregelen, voor de duidelijkheid, D66 gigantisch tegen preventivoeren. Maar dat voor- en tegenstanders gaan elkaar aanwrijven, u neemt die problemen niet serieus. U bent voor preventivoeren of u bent tegen preventivoeren, dus u neemt dit probleem niet serieus.
wij zouden hier allemaal morgen dit op willen lossen. Wij liggen hier allemaal, denk ik, van wakker. Ja. Of je voor of tegen preventief fouilleren bent. En als je het veiligheidsdebat zuiver wil voeren, moet je niet mensen die iets anders vinden aanwrijven dat zij het probleem niet serieus nemen. Zelfs niet als ze een onderzoek aanhalen waarin het niet erg lijkt. Preventief fouilleren, 1000 politieuren. 1000 politieuren. 0 vuurwapens in een tijd dat ik in de commissie Zorg in een rapportage lees. Dit zijn de cijfers van huiselijk geweld tijdens een lockdown. Maar dat kan wat hoger zijn, want we kunnen niet op elke melding van geluidsoverlast afgaan. En dat zijn vaak de momenten dat we erachter komen. Ja. Ja. Ik kan dat gewoon niet uitleggen, dat je dan gaat preventief fouilleren. Dit is de afgelopen 4 jaar hetgene wat ik het minst goed uit kan leggen aan mensen die ik spreek. Dat we dit hebben gedaan en dat we naar zo'n uitkomst hebben gezegd, dit gaan we nog eens even wat grootschaliger doen. Ik vind het ongelooflijk. We zijn helaas bijna door de tijd heen. Dus als allerlaatste vraag, meneer Haaien, hebben we nog vertrouwen in de toekomst van veiligheid in Amsterdam? Kort in 2-3 zinnen. Ja, natuurlijk hebben we nog vertrouwen in de Amsterdam is een veilige stad. En dat blijft voor mij, ik denk dat wij allemaal, ik denk dat Rob Hofland van D66 hele wijze woorden heeft gesproken. En dat we ons allemaal de veiligheid aantrekken. En ja hoor, we kunnen nog met een gerust hart over straat. Hoef niet bang voor te zijn. Gelukkig, dan ga ik vanavond op de fiets weer fijn naar huis. En dan geef ik nu het woord terug aan Max. Dank je wel. Dank je wel, Rivka. Het is weer tijd voor lingo en dus een pitch. Ik heb ze hier nog opgeschreven. Ik heb ze ook onthouden, mag ik hopen. Wie er nu aan de beurt is. En dat is rood. En rood was de Partij van de Arbeid. Mevrouw Abdi, u heeft ook 1,5 minuut. Gaat uw gang. Nee, wij vinden vrijheid dat het een heel belangrijk goed is. De vrijheid ook om jezelf te kunnen zijn. Dat is ook waarom Amsterdam natuurlijk Amsterdam is. Hè? Open, inclusieve karakter. Zoveel mensen die naar Amsterdam trekken om te denken, hé, hier kan ik echt mezelf zijn. Ik denk wel dat dat onder druk staat. Er werd net al een beetje genoemd. Het aantal geweldincidenten tegen LHBT-jongeren, maar ook transgender-jongeren neemt enorm toe. Ik vind dat heel heftig. En wat ik vaak heb ook gehoord is dat het ontbreken van specialistische kennis, zowel bij de politie als bij de hulpverlening, dat het gewoon ontbreekt. Dus wij zeggen als Partij voor Arbeid, geef daar prioriteit aan. Zorg ervoor dat dit echt adequaat wordt opgepakt. Geef ook meer capaciteit hieraan. Zodat jongeren ook echt zichzelf kunnen zijn en zich niet zorgen hoeven te maken dat vanwege hun geaardheid, vanwege hun seksualiteit, ze niet veilig over straat kunnen lopen. En één ding wat ik ook nog hieraan wil toevoegen. Afgelopen zondag was ik bij een bijeenkomst met transgender, zeg maar, jongeren. En één ding wat mij heel erg daaraan raakte, was het volgende. Ze zeiden, ja, het is niet zozeer wat iemand zegt of wanneer iemand zegt. Het is het feit dat dit ook binnenshuis continu herhaald wordt en vervolgens geëxtrapoleerd wordt op straat. En wat zien we vervolgens weer Amsterdam fietsen? Posters van Forum voor Democratie die zeggen, nou, welke gender ben jij vandaag? En dat klinkt heel erg grappig, maar dat is eigenlijk wat dus leidt tot die toename van transfobie, homofobie. Dus ik vind ook, als we de raad in gaan, dat we ons echt ook moeten uitspreken tegen partijen die dit gebruiken als een soort van politiek middel of een soort lacherig iets om stemmen te werven. Terwijl ik denk, laten we daar verder van afblijven. Dus daar wil ik ook de handreiking. Dank u wel. Het is ook tijd voor een publieksvraag. Dus is er iemand, steek vooral je hand op als je een vraag hebt voor een van de kandidaten hier of een vraag in het algemeen. Ik zie hier al een hand omhoog gaan. Casper, kom naar je toe. Ja, ik heb eigenlijk een algemene vraag aan bijna iedereen behalve de D66. Want ik hoor allemaal hele goede ideeën en het liefst zou ik het allemaal doen. Maar de realiteit is dat het gewoon allemaal gewoon iets kost. En bij bijna niemand hoor ik een nuance hoe we dit gaan betalen. Dus dat is mijn vraag. Oké, dat is een vrij grote vraag, ook op heel veel onderwerpen. Ik denk dat we, houd kort, laten we dat proberen. Nou, misschien kunnen we de vraag heel kort samenvatten, doordat iedereen ja of nee zegt op de vraag, komen jullie met een financieel plaat bij je verkiezingsprogramma? D66 wel. Oké, nou, dat is alvast een antwoord. Dat is in ieder geval in het verkiezingsprogramma te lezen. Meneer Kaan, waar gaat u het van betalen? Kijk, de gemeente Amsterdam heeft een jaarlijks budget van 6 miljard. Dus we hebben geld. Er is wel een deel, nou, een groot deel daarvan, die is al gereserveerd. Maar als je kijkt naar de huidige coalitie, had meer dan 700 miljoen bestedingsruimte. Ja, met dat geld kun je heel veel dingen doen.
Dus ik denk dat de gemeente Amsterdam wel voldoende geld heeft om heel veel ambities waar te maken. Mevrouw Abdi, je zei gelijk nee. Nou, ik vind het een beetje jammer, want ik dacht misschien kan je meenemen onze lobby, maar dat is gewoon echt niet waar. Gemeentes worden jarenlang gekort. Ja, we zijn een grote stad en ook dankzij onder andere erfpacht kunnen we ook mogelijk maken dat nog heel veel dingen besteden. Maar de realiteit is dat er veel meer taken zijn gegaan naar de gemeente, maar helemaal niet zoveel geld. Dus het lukt ons gewoon niet om de meest kwetsbare bijvoorbeeld zorg, voor bijvoorbeeld jeugdzorg, om dat te betalen, omdat we gewoon continu gekort worden. Dus ik zou bijna willen zeggen over het betalen van, nou, volgens mij hebben we inderdaad genoeg geld om mensen te doen en dat doen we nog meer. Maar we hebben ook echt veel meer geld uit Den Haag nodig voor die gemeente, zodat we echt onze taak kunnen doen. En niet het minimum, maar kwalitatief goed. Meer geld landelijk. Mevrouw Nadief. Ja, het fijne van ons verkiezingsprogramma is dat Femke Roosma, onze huidige fractievoorzitter, maar ook onze financiënwoordvoerder, gewerkt heeft aan het verkiezingsprogramma en daar ook rekening mee heeft gehouden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om ook gewoon eerlijk te zijn van, is het realistisch wat je opschrijft om dat ook daadwerkelijk te doen? En dat hebben we echt wel meegenomen, ook in achtneming van ja, de mogelijke coalitieonderhandelingen, dat je dat ook daadwerkelijk mee kan nemen de komende 4 jaar. En dat je niet alleen iets opschrijft en dan zegt later, oh ja, nee, daar was geen geld voor. Want laat even heel duidelijk zijn, er kwamen gigantisch veel geld tekort de afgelopen jaren door deze coronapandemie. We hadden veel meer geld erbij moeten neerleggen. Voor opvang bijvoorbeeld, voor jeugdzorg kwamen 90 miljoen tekort. Ja. En dan moet je bepaalde keuzes maken. Die keuzes zijn niet makkelijk, maar we doen het wel. Dus we hebben daar zeker rekening mee gehouden. Tot slot, meneer Heijen. Yes. Nou, ik wil het niet te technisch maken vanavond. Dus ik ga het niet over erfpacht en allerlei andere dingen hebben. Het klopt dat je als gemeente niet heel veel belastingknoppen hebt om aan te draaien. Maar ik kan ook geruststellend woord spreken. Amsterdam heeft zeker wel geld. En, nou ben ik even de draad kwijt van wat ik wilde zeggen, maar nee, Amsterdam heeft geld en we zouden zelfs in Amsterdam ervoor kunnen kiezen, en dat wil de SP ook bijvoorbeeld, om voor te zorgen om sociale huurwoningen op te kopen. Hè. Er dreigen nu heel veel sociale huurwoningen nog steeds verkocht te worden, wat de SP betreft, en dat hebben we financieel laten doorrekenen, dus kom maar op zou ik zeggen, gaan we gewoon weer die sociale huurwoningen opkopen als Amsterdam. Oké. Okay. Dank jullie wel. We gaan door naar het laatste onderwerp, maar daarna hebben we nog ruimte voor andere publieksvragen, dus ik heb u gezien. Het laatste onderwerp kost ook veel geld waarschijnlijk, klimaat. We gaan het hebben over de energietransitie en de rol van Amsterdam daarin. Dus ik geef graag het woord aan Marleen. Ja. Kijk of ik al... Ja, ik ben verstaanbaar. Ja, we sluiten af met het thema klimaat. En dat thema staat natuurlijk al... Heel wat verkiezingen hoog op het programma. Maar vorige debatten konden we dan nog wel eens beginnen met de vraag hoe noodzakelijk klimaatbeleid is of groen beleid. En dat is dit jaar wel anders. Eigenlijk zeker in al jullie programma's, maar vrijwel in alle programma's die meedoen, staat nu klimaat hoog op de agenda en moet er groen beleid gevoerd worden. En dat is ook nodig, want er staan heel wat doelen op de agenda. De eerste zijn al eigenlijk over 8 jaar. Dus de vraag is nu meer, hoe gaan we groen beleid voeren? En we zijn ook een beetje voorbij de tijd van hele visionaire, lange termijn ideeën. Het moet gewoon concreet worden. Dus mevrouw Abdi, ik geef het woord graag aan u, om te beginnen. concreet gezegd, hoe wil u Amsterdam groener maken? Nou ja, Amsterdam moet zeker groener worden. En ik wil eigenlijk ook een compliment geven ook aan Imane van hier. Want ik denk dat zeker dit college GroenLinks ook hier echt vooruit heeft gelopen. En dat we daardoor ook een van de beste klimaatplannen hebben ook in de stad. Maar laat ik maar 1 ding uitlichten wat ik persoonlijk ook heel erg belangrijk vind. Ja, wij willen dat Amsterdam het groener wordt, maar ook op een rode manier. Dus we vinden het ook belangrijk dat het betaalbaar wordt. Een van de dingen waar wij als Amsterdam echt fors op inzetten is het isoleren van slecht geïsoleerde woningen. Wat zie je nu? Je hebt heel veel mensen die in woningen wonen eigenlijk, waardoor ze veel meer energie verbruiken en hun energierekening heel erg hoog zijn. Wij vinden niet dat mensen in de stad moeten kiezen tussen hun verwarming of hun boodschappen. Dus wat wij doen, de delen van Amsterdam waar eigenlijk mensen het meest slecht geïsoleerde woningen hebben, daar fors op inzetten. En een ander ding wat wij ook willen doen, wat niet misschien vaak hier voorkomt, maar ik wil het toch even hier ingooien. Je ziet dat heel veel mensen buiten de ring eigenlijk aangeven, ja, het is veel goedkoper voor mij met de auto om naar het centrum te komen dan het openbaar vervoer. Waarom? De kosten voor het openbaar vervoer zijn de afgelopen 10 jaar gestegen, maar ook eigenlijk onbetaalbaar voor heel veel mensen in Nieuw-West, in Zuidoost, in Noord. En wat zeggen wij als Partij van de Arbeid? Wij willen het OV goedkoper maken, zodat mensen veel makkelijker ook het OV kunnen nemen. En daarbij ook hun bijdrage ook leveren aan de duurzame opgave. Oké. Okay. En meneer Kaan, sluit u zich aan bij deze aanpak of heeft u een verschillende visie hierop? Nou, misschien grotendeels wel. Kijk, wij kijken naar de energietransitie vanuit 2 perspectieven. Hè. We hebben energie. Nou, dan praat je over de technologie die je wilt gaan inzetten. Weer zonnepanelen plaatsen, weer windturbines, et cetera. Maar we praten niet zoveel over transitie.
Een transitie draait op het meenemen van mensen, draagvlak creëren voor beleid. En daar heeft het afgelopen 4 jaar enorm aan geschort. Kijk naar de discussie over de windmolens. Amsterdammers zeggen gewoon, ja, wij willen geen windturbines in de nabijheid van mijn huis, want ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Maar toch wordt het dan doorgedrukt. Er worden inspraaktrajecten gehouden, maar die zijn vooraf, die zijn al, ja, grotendeels, die zijn ook gewoon bepaald. Want er wordt daarop aangestuurd vanuit de leden van het college of de dagelijks bestuurders. Ja, en dat ga je krijgen als dat naar buiten komt, dat mensen weerstand gaan tonen. En dan creëer je ruimte voor partijen die gewoon klimaatverandering ontkennen. Dus daarom zeggen wij, je moet veel meer gaan inzetten op het meenemen van mensen. Maar kijk, als dan mensen dus geen draagvlak hebben eigenlijk voor die windmolens bijvoorbeeld, maar uiteindelijk moeten er klimaatmaatregelen doorgevoerd worden. Ja. Wat is dan uw idee om dat draagvlak wel te gaan creëren? Kijk, er zijn een reeks maatregelen die je kan gaan inzetten. Hè. We zijn niet afhankelijk van windturbines, ook niet in Amsterdam. Je kan het ook verplaatsen naar zee. Daar kun je naar gaan kijken. Maar je zou ook kunnen kijken. Kijk, er worden nu maatregelen ingezet om datacenters aan te trekken. Er zijn op dit moment bij elkaar genomen, die datacenters verbruiken 200 gigawatt. Dat is veel meer dan het gigawatt dat windturbines gaan opleveren. Dus we gaan nu eigenlijk, waar het om neerkomt onderaan de streep, we gaan meer windturbines plaatsen. Mensen gaan zich daardoor meer verzetten tegen klimaatverandering. Om wat? Om die datacenters draaiende te houden. Kijk, we hebben zoveel data's hebben we helemaal niet eens nodig. Want toch is daar gewoon consequent op aangestuurd. Ja. Ik denk dat dat een van de grootste vragen is. En ten tweede, het afvalenergiebedrijf, die is nu verkocht aan Chinese investeerders. Hierdoor hebben wij gewoon helemaal geen macht meer hoe wij omgaan met het verbruiken van ons afval, hoe we dat gaan vergroenen, hoe we daarop gaan aansturen. Dat gaat gewoon helemaal niet meer gebeuren, omdat het nu gewoon in Chinese handen is. Dit is een van de grootste blunders die gewoon dit college heeft gemaakt. Daar moeten ze gewoon hier uitleg aan geven. Oké, okay. Nou, wie wil daar uitleg over geven? Ik wil het graag doen. Nee, maar luister, de energietransitie is noodzakelijk. En wat ik ook even weg wil nemen, want als het gaat over die windturbines, 75% van de Amsterdammers is juist hiervoor. En die is juist hartstikke blij met de maatregelen die wij treffen. We moeten wel. Het vorige college spendeerde ongeveer 26 miljoen, wij 150. En we hebben echt gekeken, hoe gaan we die energietransitie aan en hoe gaan we dat versnellen? Maar het is niet alleen de maatregelen of windturbines of zonnepanelen, het is ook systeemverandering. Want we moeten ook kijken op de manier waarop onze economie en onze stad is ingericht. En daarom hebben wij ingezet op een circulaire economie en zijn wij de eerste stad in de wereld die dit doet. En dat is heel erg bijzonder, want we kijken van hoe is onze stad ingericht? Hoe is onze economie ingericht? Is dat eigenlijk haalbaar? En als we kijken naar de effecten op klimaat, nee, dat is niet haalbaar. We moeten anders denken, we moeten er anders mee omgaan. En daarom hebben we ook Kate Raworth gevraagd om dit beleid mee te schrijven. En dat is heel erg bijzonder, want we kijken ook naar andere steden die willen graag dit beleid overnemen. En dat is hartstikke goed, want we moeten hierin samenwerken. Het is een internationale samenwerking. Maar tegelijkertijd moeten we ook lokaal onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om klimaat, als het gaat over die energietransitie. En ik vind het ook heel mooi, want ik sta hier naast de SP, maar een van mijn allereerste moties was klimaatrechtvaardigheid. Dus hoe gaan we al deze maatregelen, hoe gaan we dat op een rechtvaardige manier doen? En dat wilde ik even meegeven aan jullie. Ja. Ja. Ja, ik wil best wel wat zeggen over AEB, want AEB is een heel lang technisch verhaal. Ik wil jullie niet, ik bedoel de stukken die ik heb gelezen, het was mooi. Ik ben ook de woordvoerder deelnemingen. Wij zijn aandeelhouder geweest van een afvalenergiebedrijf. Er is heel veel misgegaan. We hebben een raadsenquête hierover gehad. We zaten op een gegeven moment een zomer dat het echt zo erg misging dat we niet wisten of we warmte konden leveren aan 20.000 huishoudens en afval konden ophalen in de stad. Nou, zomer, Amsterdam, geen afval ophalen. En er speelt veel meer mee. Dus ik vind het heel erg plat. Het wordt nu helemaal platgeslagen, maar dat is niet het geval. En die raadsenquête, dat is van 500 pagina's waarbij alles, een geschiedenis van jaren, dan wordt verteld. Om dan één zin daaraan te wijden, vind ik een beetje makkelijk. Als het gaat over datacenters, maar ook over ander beleid. Ik bedoel, daar is geen beleid voor en daar moet echt een visie voor komen. En daar pleiten wij ook voor. Ja. Excuus. Nee, het is een verklaring geweest en of die voldoening geeft, dus ja, dat laten we aan het publiek over. Maar inderdaad, meneer Haaien, het gaat ook in uw programma veel over klimaatrechtvaardigheid. Het werd net al genoemd. Wat verstaat u daaronder en hoe gaat dat bereikt worden? Nou, ik denk dat, er is heel veel gezegd, ik zou overal op kunnen reageren, maar heel praktisch. Hè, er was vandaag ook in het nieuws dat er nog heel veel huizen zijn in Amsterdam die bijvoorbeeld geen dubbel glas hebben. Ja. Nou, dat is een hele praktische maatregel waar we het volgens mij allemaal over eens zijn dat dat anders moet, dat het wel moet gebeuren. Dus je moet
Ik denk dat je huizen eerst goed moet isoleren. Ik kan het niet verkopen dat er nog steeds schimmelwoningen zijn in Osdorp of in Venserpolderen die ontzettend slecht. Ga maar eens kijken, je schrikt enorm. En kinderen die astmatische klachten hebben omdat ze gewoon in een schimmelwoning zitten. Dus dat achterstallig onderhoud moet je eerst aanpakken wat mij betreft. Voordat je komt met stadsverwarming en met andere maatregelen. Maar het is ook waar, en dat zei mijn collega van GroenLinks ook net, wat ik af en toe wel een beetje mis in het hele klimaatdebat. We hebben als Amsterdam ook een buurman, ik weet niet precies of het onze buurman is, Velsen, een stukje verderop, maar dat is Tata Steel, niet helemaal onze buurman, maar goed, in de buurt. En zo'n bedrijf als Tata Steel, ja, we zullen als Nederland ook gewoon nationaal industriepolitiek moeten voeren om daar te zorgen dat we weer schoon gaan produceren. Want alleen met isoleren, alleen met zonnepanelen, nee, we zullen ook echt een serieuze bijdrage van de industrie moeten vragen, anders gaan we er niet komen. Ja, maar mijn vraag was nog ook iets specifieker over hoe gaat u voorkomen dat de burger die misschien niet zoveel te betalen, nou niet zoveel kan betalen, toch de rekening daarvoor gaat betalen? Nou ja, als ik dan vandaag in de Tweede Kamer, was een klimaatdebat, hè, en dan wordt er 35 miljard, als ik het goed zeg, wordt er subsidie uitgedeeld, ook aan het bedrijfsleven. En tegelijkertijd zegt de minister van Financiën, Sigrid Kaag, ja, maar er is geen geld om die hoge energierekening en die stijgende gasprijzen, om daar de huishoudens te compenseren. Dan denk ik, nou, dat geld is er wel. We geven het alleen aan andere dingen uit. Die 35 miljard zou je prima kunnen gebruiken om te kunnen compenseren. Oké. Ja, ik zie dat u ook graag wil reageren. Ja, bij klimaatrechtvaardigheid, dat klinkt wellicht als iets groots en vaags. En je was hier vanavond toch gekomen om naar gemeentepolitici te kijken, die misschien wat meer over stoeptegels gingen hebben of hele concrete dingen. Ik denk dat we op het gebied van klimaatrechtvaardigheid best vanavond al een pact kunnen sluiten. Ik had het er vanmiddag met iemand over. In die hele transitie gaan we steeds meer dingen elektrisch doen. In die apparaten zit heel vaak een accu. Die accu's zijn nu nog zo dat ze heel vaak vervangen moeten worden. Het is op dit moment ook nog zo dat er metalen in zitten, zoals kobalt, waar in Afrika gewoon kinderarbeid bij aan te pas komt. Wat kunnen we dan nu al doen? Dat is bijvoorbeeld, net als in de Rotterdamse haven, ervoor zorgen dat er in de Amsterdamse haven ook een partij komt die gaat zorgen dat we die accu's grootschalig kunnen recyclen. Het leuke aan verduurzamen is dat het heel praktisch is, dat je met heel veel concrete oplossingen kunt komen. Dus als jullie zeggen van ja, dat gaan we doen, volgens mij kunnen we daar dan heel snel met z'n allen achteraan jagen. Zorgen we dat ook zo'n partij in de Amsterdamse haven komt zitten. Het is wel een bedrijf, dat is voor de een wat spannender dan voor de ander om mee samen te werken. Maar laten we dat gewoon doen. En luiers, nog zoiets. Luiers worden veel gebruikt. Ik zit nog niet in de fase, ik ben de fase ontgroeid dat ik ze zelf gebruik en nog niet in de fase dat ik bij anderen verschoon. Maar die worden ontzettend veel gebruikt en is op dit moment gaat ook helemaal niet goed. Kun je ook veel, als je dat veel beter inzamelt en verwerkt, kun je daar een grote winsten boeken. Het zijn allemaal hele concrete dingen die je in de stad gewoon moet doen. En nog één ding om mee af te sluiten. Ik noem expres even twee dingen die misschien klein voelen, maar misschien ergens anders in de wereld een groot verschil kunnen maken. Jouw introductie vond ik fantastisch, omdat je zei, 4 jaar geleden was het misschien, is het wel nodig. Nu voelt iedereen de urgentie en kunnen we praten over hoe. Mm-hmm. Maar toch is dat nog niet helemaal, die urgentie is nog niet helemaal bij iedereen doorgedrongen. Want er is iemand die zegt, ja, de wind, ik heb een mailtjes gehad van mensen die het niet fijn vinden. Kan het niet op zee? Nee, we moeten alles doen wat we kunnen. We moeten alles doen wat we kunnen. Het probleem is hartstikke groot. We moeten alles doen wat we kunnen. Iedere maatregel die we kunnen nemen. En tuurlijk, bij windmolens ga je kijken naar gezondheid, ga je kijken naar natuur. Maar je hebt de dure plicht om te kijken, kunnen ergens wel windmolens komen? Partijen die zeggen, ik vind het ontzettend belangrijk, maar, en dan een verhaal over, dit is vervelend, dat is vervelend. Dit gaat pijn doen, maar het moet wel gebeuren. Oké, ik zie dat er twee mensen te popelen staan om hierop te antwoorden. Omdat meneer Kaan nu wordt aangesproken, geef ik hem eerst even het woord. Ja, kijk, er is een overzicht gemaakt door een onafhankelijke bureau of instantie. Ik weet niet wie het precies is. Maar ze hebben gekeken naar het stemgedrag van de afgelopen 4 jaar. De groenste partij was de Partij voor de Dieren. Dat spreekt denk ik voor zich. De tweede was DENK, met 75%. En als je de percentages optelt van D66, GroenLinks, PvdA, dan komen ze bijna uit op het percentage van DENK. Want dan praat je over 20%, 21%, 23%, zoiets was het of zo. Dus als we kijken naar daadwerkelijk stemgedrag, is DENK groener geweest dan deze drie partijen hier. Mevrouw Nadief, ben je het hiermee eens? Nee, want ik ken die overzicht en op die overzicht staan niet bestaande politieke partijen.
Dus ik vind het heel bijzonder dat u een bron erbij haalt. Waar je al op eerste, als je erop kijkt, er staat stem staat erop. Die zit niet in de gemeenteraad. Hoe kan die stemuitslag dan kloppen? Dus die hele bron klopt niet. Ik vind het wel belangrijk, als wij een debat voeren, dat we dat zuiver voeren op feiten. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Die bron waar u het over heeft, dat is als je hoeft er alleen erbij te halen, dan weet u, er klopt helemaal niks van. Dit gebeurt wel vaker, hè? Dan zie je zo'n foto langskomen. Nee, meneer Kaan, ik ben nog heel veel woord. Ja. Nou, kijk, het klopt wel. Er staat een partij als Stem daar en er was ook een paar... Piratenpartij zit ook niet in de raad. Nida stond er ook op. Weinig gestemd. Dus dat vond ik ook wel vaag. Maar ik heb even doorgekeken. Als je kijkt naar waar het daadwerkelijk over gaat, zie je gewoon echt gewoon raadsbesluiten. Lutke Meerpolt, om maar een voorbeeld te noemen. Daar hebben wij gewoon tegengestemd en jullie allemaal voor. Dus het is wel degelijk op iets gebaseerd. En daarna, als we het hebben over feiten... Dat ik zo moeizaam ben. Als we het hebben over feiten, dan laatste punt. Ja. Want mevrouw... Er zijn heel veel gespannen meningen hier. Ja. Dus ik ga even het woord doorgeven aan mevrouw Abdi. En daarna aan meneer Haaien. Ik wilde hem eigenlijk... Ja, ik durf bij het zeggen, maar ik ben bang dat er heel veel laatste punten en andere bronnen worden gehaald. Maar ik wil hem toch maken. We hadden net over windmolens. Wat inderdaad een beetje een splijtsam is hè, in Amsterdam. Ik vind het alleen dan wel verrassend dat je dan zegt van... Ja, wij zijn tegen en dat klinkt heel erg goed. Maar volgens mij, juist omdat die klimaatverandering zo belangrijk is dat we die aanpakken, juist als Amsterdam maken we ook soms scherp keuzes. Die moet je ook al maken. Dus zodoende dat je die keuze niet hoeft te maken, dat ben ik echt met D66 ook eens, dat is eigenlijk, vind ik ook niet heel erg eerlijk. En als het gaat over de fase waar we nu zitten met de windmolens, de waarheid is ook dat er nu een reflectiefase is, waarbij ook nader wordt gesproken met bewoners, met buurtbewoners, wordt gekeken. Dus ik vind het een beetje heigerig om dan hier te suggereren dat er geen scherpe keuzes nodig zijn voor klimaatcity. Die zijn nodig. En ik ben er toch nogmaals, ik wil zeggen, trots op dat wij als Amsterdam een van de beste klimaatplannen hebben in heel het land. En ik vind dat we dat ook volop moeten blijven doen. Oké, okay. Meneer Haaien, dus ja, ik wil al een tijdje wat zeggen. Ja, ik wilde graag reageren op D66 en ik wil denken bijvallen in deze. Want ik vind dat D66 te makkelijk over de zorgen van Amsterdammers heen stapt, die zich zorgen maken over hun gezondheid als het gaat om windmolens die mogelijk vlak bij woningen komen. Ik vind dat we die Amsterdammers en die zorgen serieus moeten nemen. Er komt ook steeds meer onderzoek, hè, wat laat zien van er zijn toch nog wel vraagtekens te zetten bij die windmolens. Dus ik vind dat je daar zeker niet zomaar overheen moet walsen. En natuurlijk hoeven we ons niet alleen te beperken tot windmolens. Overigens denk ik dat iedereen hier over eens is dat je prima in het westelijk havengebied prima extra windmolens kan plaatsen. Daar hebben de mensen er geen last van. Kan je ook geen gezondheidsschade verwachten. Maar we hoeven ons niet alleen te beperken tot windmolens. Je kan ook alle bedrijfsdaken in Noord-Holland volleggen met zonnepanelen. En dan heb je al heel veel van je energieopgave gehaald. Ja. Mag ik nog één keer hierop reageren? Hierop reageren, dan ga ik nog even naar een ander thema of een ander onderwerp. Ik ga niet over 30 jaar tegen iemand zeggen, wij hebben toen niet, dat is de fase waar we in zitten, we hebben toen niet in een zoekgebied gekeken of er een windmolen zou kunnen komen. Dat hebben we toen niet gedaan, want als we dat zouden doen, dan moest ik op het podium staan en dan ging een SP'er mij verwijten dat ik zorgen van bewoners niet serieus nam. Daar pas ik voor. Ik laat me deze aanval lekker aanleunen. U weet... dat ik die zorgen zeer serieus neem. Ja. U kent mij. U weet dat ik die zorgen zeer serieus neem. En ik vind het prima. Val me er hier maar lekker op aan. Maar ik ga over 30 jaar niet het verhaal vertellen. Ik wilde daar niet op het podium staan en dat iemand eventjes makkelijk kon scoren over mijn rug, omdat ik op zoek was naar een plek om te verduurzamen. Daar pas ik voor. Ik ga op zoek naar die plek en ik ga net zo lang door totdat ik voldoende heb verduurzaamd, dat de volgende generaties hier ook fijn in de stad kunnen leven. Oké. Maar op het thema klimaatrechtvaardigheid, er werd door iedereen ook genoemd van we moeten beginnen met isoleren en dan beginnen bij de huizen die het slechtst geïsoleerd zijn. En mevrouw Nadief, ik vraag me dan wel af, bijvoorbeeld ik en heel veel mensen hier in het publiek wonen allemaal in huizen verhuurd door huisjesmelkers of andere mensen die misschien iets beter zijn te noemen dan huisjesmelkers, maar nog steeds kan een lamp vervangen, kan al 2 weken duren. Ja. Laat staan dat mijn hele huis geïsoleerd gaat worden door iemand die daar niet in woont. Dus ik vraag me dan toch af, hoe reëel zijn die plannen en hoe gaat u ervoor zorgen dat dat alsnog niet het probleem wordt van degene die daar niet zoveel mee kan doen? Ja, dus er is bijvoorbeeld een plan vandaag toevallig gepresenteerd als het gaat over de isolatie, als het gaat om ramen, om glas. Dat is van enkelvoudig naar dubbelglas. Het is een beetje laat voor mij. Ik ben wat ouder. Dubbelglas. En daar wordt naar gekeken. Maar wat daar interessant aan is, het gaat niet alleen over het glas. Het gaat erover van hoe kunnen we dus inderdaad huisjesmelkers of eigenaren dwingen
om dit soort maatregelen te nemen en te zeggen van, hé, jouw woning voldoet niet aan de eisen. Dit moet veranderen. Dus we zijn echt wel op zoek naar de juridische mogelijkheden en het zijn er op dit moment niet veel. Ik vind echt dat als het gaat om klimaatmaatregelen, moeten we echt veel harder daarop ingaan en moet er echt op qua wetgeving, moet daar veel meer gebeuren. Maar we zijn dat aan het onderzoeken en dat doen we op verschillende manieren. We kijken ook bijvoorbeeld op nieuw te bouwen woningen van, hé, we hebben wettelijke maatregelen, maar wij geven de grond uit. Dus wij kunnen daarboven nog meer duurzaamheidseisen aanstellen, zodat die echt klimaatadaptief, maar ook toekomstbestendig zijn. Dus we kijken echt naar de verschillende mogelijkheden van wat kan een gemeente doen om ervoor te zorgen dat we een klimaatadaptieve en toekomstbestendige en een klimaatneutrale stad bouwen. En hebben. Dus ook bestaand. Misschien ook wel misschien een kleine aanvulling op één ding wat ook hier niet even werd genoemd. We hebben ook zoiets als energiecoaches. Dus die gaan ook echt langs bij huishoudens om te kijken van, nou, hoe kun je zeg maar je huis verduurzamen. Ook hoe kun je die energierekening lager brengen. En ik weet dat er ook projecten zijn gedaan met studentenhuizen om te kijken wat een soort win-win situatie is. Want je werkt en helpt mee met het klimaat. Maar je hebt ook een lagere rekening. Dus ik denk dat heeft al de aandacht. En kunnen die energiecoaches dan wel de studenten ook bereiken? Ja, zeker, zeker. Maar ik denk dat dit is ook een stukje, daar hebben we misschien vandaag niet over gehad, gaat ook over communicatie. Kijk, wat ik wel merk, en dan ben ik wel eigenlijk eens met de SP, die zei het eerder vandaag, we moeten niet onderschatten dat wij vaak, te vaak vanuit de overheid uitgaan van die zelfredzame burger, de goed geïnformeerde burger. Dat is voor heel veel mensen niet zo. Dus ik denk ook met die energiecoach, ook als het gaat over communicatiecampagnes, ik denk zeker als het gaat over van duidelijk maken, wat kun jij doen om mensen helpen, is communicatie ook essentieel onderdeel van. En daar zetten we als Amsterdam op in. En dat moeten we volgens mij ook vooral intensificeren. En zeker in die wijken waar misschien niet het om de netvlies staat. We moeten ook dit thema gaan afsluiten. Dus er is nog tijd voor de pitches. Maar ik ben blij dat dit debat is geweest. En ik hoop inderdaad dat er groene maatregelen gaan komen waar wij niet de berekening van gaan betalen. Dat zou heel mooi zijn. Dus werk ervoor. Ja, dankjewel Marleen. Weer een goed debat. Dat waren de thema's alweer. Ik had jullie nog twee pitches beloofd van de overige partijen en daarna nog een publieksvraag. Even kijken, deze heb ik gehad. Rood heb ik ook gehad. Oké. Nou, het wordt heel spannend nu. Bij Lingo roept iedereen dan nu groen, maar dat zou oneerlijk zijn. Oranje! Ja, zeker. Oranje, meneer Hofland, u heeft 1,5 minuut. Ik start de tijd en ik, als u nog 10 seconden heeft, geef ik het aan. Succes. Ja, u merkt het al aan mij. Ik ga nog even door over het klimaat. Want de komende jaren moet het gebeuren. We kunnen niet meer volstaan met plannen. Het moet de komende jaren gebeuren. Als we de stad willen redden voor de generaties na mij, dan moet de komende periode, de komende 8 jaar, moet de stad flink worden verbouwd. En die verbouwing gaat ook pijn doen. Daar moet je eerlijk over zijn, zeker in verkiezingstijd. De waarschuwingen van wetenschappers over hoe noodzakelijk het is, we kennen ze hier denk ik allemaal. We zien nu ook bijvoorbeeld met de ellende die er in Limburg is geweest, zien we al concreet wat het kan doen. Wellicht draagt dat bij aan dat veel meer mensen de hoge urgentie voelen. Maar nu moet het gebeuren. Dit is de deciding decade. En de reden dat ik net even wat bozig werd in het debat, is omdat ik over 30 jaar het echt niet kan verkopen dat om wat voor reden dan ook mijn generatie politici heeft gezegd, ja, daar hadden we even geen zin in. Dit wilden we even niet uitleggen. Dit wilden we even niet doen. Wij hier hebben de dure plicht om alles te doen wat we kunnen om de stad voor de toekomst te redden. Alle maatregelen die we kunnen nemen, die moeten we onderzoeken en kijken of ze kunnen helpen. 1 seconde. 1 lange zin met een paar comments. Ja. Dat is wat ik wilde zeggen. We moeten alles doen wat we kunnen. Dat is wat onze generatie politici moet doen. Als we dit niet oplossen, zijn alle thema's en onderwerpen waar we het vandaag over hebben gehad, hebben ook geen zin. Dit is voorwaardelijk aan al het andere. We moeten dit doen. Dank u wel. Mevrouw Nadief, ik kan hem nog even symbolisch uitpakken. Ik heb vind het van groen. Wel, ja, dank je.
Ja, ook voor u 1,5 minuut. Ja. Ga de gang. Hey, allereerst enorm bedankt dat ik hier mag zijn en ook heel fijn dat ik het mag afsluiten. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 14, 15 en 16 maart en zijn heel erg belangrijk. Maar wat we zien is dat maar 50% van de Amsterdammers stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het is al eerder gezegd, wij geven ongeveer 6 tot 7 miljard per jaar uit. En dat gaat uit aan jeugdzorg, zorg, veiligheid, klimaat. En verschillende andere zaken zoals ruimtelijke ordening en wonen. En we hebben gezien hoe belangrijk gemeentelijk beleid eigenlijk is. We gaan weer 4 jaar verder met een rechtskabinet. En daarom is een links gemeentebeleid belangrijk. Als we echt stappen willen maken op het gebied van klimaat. Als we stappen willen maken als het gaat om rechtvaardigheid, gelijkheid in de stad. Dan is het belangrijk dat we ook een college hebben met linkse partijen. En ik vind het echt belangrijk, ik bedoel, ik kan tegen iedereen zeggen, stem GroenLinks, maar ga alsjeblieft stemmen. Het aandeel van jongeren die stemt is 30%. Dit kan niet. Het is echt belangrijk dat je van dat recht gebruik maakt om ervoor te zorgen dat jullie toekomst, dat onze beslissingen, jullie toekomst dient. En dat wil ik jullie echt heel graag meegeven deze avond. Ik vind het heel bijzonder dat jullie in je studententijd, ik moet heel eerlijk zeggen, in mijn studententijd ging ik niet altijd naar debatten toe, was ik ergens anders te vinden. Maar ik vind het zo bijzonder dat jullie hier zijn en naar ons willen luisteren, überhaupt. Het is belangrijk dat wij ook naar jullie luisteren. Maar dat jullie naar ons luisteren, dat jullie dit zo serieus nemen. Er zijn zoveel zaken aan de hand. We hebben een klimaatcrisis, een wooncrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis. En daarom is het van belang, gebruik, maak gebruik van je stem. 14, 15, 16 maart. Dank u wel. Ik ga nog even door op het thema stemmen. Het is namelijk ook zo dat dit allemaal wordt opgenomen en ook op YouTube wordt gezet de komende dagen. En het wordt dan ook ondertiteld in het Engels. Het is namelijk ook zo dat internationale studenten, mochten ze de luxe hebben om ergens ingeschreven te staan in Amsterdam, dat die ook mogen stemmen. Dus stuur het ook vooral door, dan kun je het in het Engels ondertiteling het debat terugkijken. Dat geldt ook voor het debat van gisteravond. Mochten jullie er niet bij zijn geweest, ook dat is terug te zien met andere partijen. Dan nu, nog even een publieksvraag. En ik zie hier al een meneer met een opgestoken hand aan de eerdere ronde. Mensen zijn heel erg geneigd om vragen. Zelfs tijdens het debat werd er gewoon een vraag gesteld. Heel leuk. De helft van het voedsel wordt verspild. Onder andere doordat winkels veel meer inkopen dan dat ze kunnen verkopen voordat de datum bereikt wordt. Heel veel vrijwilligers van buurtbuik en blije buren die zorgen dat het dan weer in de handen van consumenten terechtkomt. Welke partij in de grootste stad van Nederland heeft dit onderwerp in de verkiezingsprogramma's geschreven om dat te verminderen dan wel gewoon helemaal te beëindigen? Dat is een goede vraag. Ik wil een eerlijk antwoord, want ik kan het niet nu controleren. Maar handen omhoog inderdaad als het wel in het verkiezingsprogramma staat. Twijfelt? Nee, niemand twijfelt hierover. Ik wil heel kort even horen wat er dan over in staat. Houd echt even kort, 2 zinnen, 3 zinnen. Lekker. Oeh, 3 zinnen. Ja. En niet zoveel commas als de vorige keer. Even denken, dan moet ik het even heel scherp maken. Kijk, in de afgelopen 4 jaar... normaal sta je hier en dan ga je alleen maar over je eigen partij praten. Maar ik moet zeggen, met de SP hebben we keihard ingezet om voedselverspilling tegen te gaan en om dat te brengen bij de voedselbanken. Onder andere Blije Buren. En ik kan met trots zeggen dat we bij elkaar bijna zo'n 2 miljoen voor vrij hebben gemaakt. Dus dit is een onderwerp dat bij ons hoog op de agenda staat. En dat zal ook zo zijn de komende 4 jaar. Duidelijk, meneer Hofland, D66. Ja, het is bij ons apart blokje in onze klimaatagenda met 130 concrete acties. Ik zal iets noemen wat iets minder over verspilling gaat, maar over de productie van voedsel. Daar hou ik nog wat ruimte over. En een van de punten is vertical farming, waar we op in willen zetten. Dus dat je dichterbij waar het voedsel gegeten wordt het ook kan maken. Dat kan ook gewoon in de stad. Duidelijk. Meneer Heijen. Ja, collega Van Denk zei het al net al. Hè. Wij richten ons vooral op de armoedebestrijding en de informele voedselbanken die in de buurt zijn ontstaan. En heel veel voedsel van de Jumbo's en de Albert Heijn's van deze wereld, wat anders allemaal weggegooid zou worden, dat brengen we naar die informele voedselbanken. Bijvoorbeeld Adopteer een Peer in Noord is dat. En dat is de manier waarop je die voedselverspilling in ons verkiezingsprogramma terugvindt. Oké. Mevrouw Nadief? Ja, zeker. Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma. We kijken echt naar hoe zorgen we ook voor dat we die verspilling tegengaan, maar ook al naar logistiek. Dus hoe zorgen we dat lokale initiatieven daarvan profiteren? Denk bijvoorbeeld aan Stichting Curbic in Amsterdam-Zuidoost, die boodschappentassen vullen voor ongedocumenteerden die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Dus we kijken echt van op wat voor manieren kunnen we dat veel beter inzetten. En dat hebben we in ons verkiezingsprogramma.
Tot slot, mevrouw Attie. Ja, ik was eigenlijk de laatste, meestal gezegd. We hebben dit ook allemaal in ons verkiezingsprogramma staan, maar misschien even eentje uitlichten die niet zo vaak bekend is. We hebben ook in staan dat we als gemeente eigenlijk alleen maar ook inkopen bij bepaalde ondernemers die een bepaalde norm ook hebben. En daar valt ook tegen aan voedselverspilling en wat ze doen in de stad. Dus dat duurzaam ondernemers, dat staat er ook bij ons in. Dus. Heel goed. Dus volgens mij hebben we dan een heel mooi kwartet hier. Het stond er allemaal in. Ik krijg twee duimpjes omhoog. Oké, is er nog een andere vraag vanuit het publiek? Blauwe trui daarachter. Ik kan misschien even staan. Eind vorig jaar was er een oproep om de gemeenteraadfracties van GroenLinks en de PvdA te laten fuseren. En ik vroeg me af, wat vinden jullie daarvan? Ik weet aan wie ik die vraag ga stellen. Staat hier naast me. Mevrouw Nadief? Dit is heel ingewikkeld, want ik zit in het landelijk partijbestuur. Dus we hebben twee moties aangenomen gekregen. Ik vind het ingewikkeld om dit moment, want we gaan nu een verkenning doen en kijken. We zijn twee partijen die dicht bij elkaar liggen. We werken heel fijn samen in de Amsterdamse coalitie, zeg ik nu. maar tegelijkertijd weet ik ook dat er verschillen zijn. En we moeten gewoon kijken hoe die verkenning loopt. Ik ga daar, ja, niet per se, want GroenLinks, als ik kijk naar onze partijen, we zijn echt heel erg bezig met duurzaamheid, die biodiversiteitscrisis, als het gaat om rechtvaardigheid. En op dat spectrum vind ik ons echt wel wat linkser en progressiever. Dus ja, maar dat is aan de leden. De leden gaan daarover. En ja, die hebben daar niet om gevraagd voorlopig. Mevrouw Abdi, komt er wat u betreft een fusie? Ja, ik kan er heel kort en klein over zijn. Ik vind het een heel goed idee. Ik heb ook achter de schermen, ook als PvdA-lid, gewoon lid, niet als een kandidaat, ook hiervoor ingezet, op die intensieve samenwerking. Ik vind het ook heel mooi dat de fracties in de Tweede Kamer ook zo nauw samen optrekken. College werken we heel nauw samen. Van mij mag er een intensificering komen. Niet alleen ook omdat ik merk gewoon onder heel veel jonge leden dat ze zoiets hebben van ja, het is zo doodzonde. En ik denk ook, ja, je kunt misschien uitleggen bepaalde verschillen, maar zoals ik het zie, wij zijn als PvdA ook super ambitieus, gaat om klimaat en duurzaamheid. Dus het klinkt als een beetje peanuts. Dus ik zou bijna zeggen, stap over je schaduw heen, werk gewoon een heel groot links blok en daar ga ik me voor hard voor maken. Duidelijk. Graag een laatste vraag om af te sluiten. Casper, ik zie hier mevrouw heeft nog al vroeg uw hand omhoog. Ja. Het is een vraag over volkshuisvesting. Ik hoorde Denk zeggen, de sociale huurvoorraad ging van 60% naar 40%. Ik hoorde de PvdA zeggen, we hebben de afgelopen coalitie juist bijgebouwd. D66 zegt, het gaat niet om absolute aantallen, maar over percentages en de verhoudingen ertussen. Ja. Nou is mijn vraag, ligt het niet juist aan de definitie van wat is een sociale huurwoning? Want er worden door woningcorporaties op grote schaal nog steeds 2- en 3-kamerwoningen, permanente woningen, volwaardige sociale huurwoningen verkocht. Ja. Er worden 1 kleine 1-kamer studio's gebouwd voor jongeren op tijdelijk campuscontract. Die tellen zogenaamd sociaal. Op die manier kun je de 40 echte woningen verkopen, 50 kleine campusstudio's bouwen. En dan gaat de sociale huurvoorraad omhoog. Kunt u dat uitleggen? De definitie, ja. Mevrouw Nadief. Ja, want dit is heel erg goed dat u dit aankaart. Want we moeten dus niet alleen kijken naar de huurprijs van een woning, maar de vierkante meterprijs. En wat je dan ziet inderdaad, is dat eigenlijk wel logisch wat hier nu gebeurt. Dus ik denk dat we kritisch moeten kijken ook naar de vierkante meterprijs. Van klopt het dat dit een sociale huurwoning is? Of moeten we echt veel kijken naar wat meer uitgebreide woningen? Want we moeten ook kijken naar gezinnen, mensen die ruimer willen gaan wonen. En dat is heel erg belangrijk. Dus ik vind dit een heel goed punt waar we het ook echt vaker over moeten hebben. Meneer Hofland, kijken jullie ook naar de definitie? Ja, nou, de sociale huurwoning is gewoon gedefinieerd. Maar over die vierkante meter, wij hebben in ons woonprogramma, hebben dus gezegd, wat je nu vaak zag is, dan wordt er een heel... de grond wordt uitgegeven en dan heb je een heel palet aan woningen. En dan aan het eind gaan ze kijken, oh, dan gaan we even met die vierkante meters schuiven, zodat het allemaal weer klopt. En wat wij nu voorstellen is dat je die vierkante meters, dus daarvoor met alle andere eisen die je hebt over duurzaamheid, ja, dat je ze tegelijkertijd meeweegt. Dat je niet aan het einde krijgt dat de vierkante meter nog eventjes erbij inschiet. Duidelijk, zie geknik. Kunnen jullie het allemaal in vinden? Ja. Ja, maar ik denk dat mevrouw kan ook kijken op de gemeentelijke website. Ik had het over het aantal sociale huurwoningen gedaald. 60 naar ongeveer 40%. Nou, wordt er gezegd, moet je feiten checken. Nou, volgens mij is dat gewoon online te vinden. Dus ik zou tegen mevrouw willen zeggen dat ze daar ook gewoon online terug kunt lezen. Dat inderdaad, ja, er kan wel misschien meer bijgebouwd worden, maar het totale aantal sociale huurwoningen is wel degelijk sterk afgenomen. Dat is gewoon een feit.
Nou, ik wilde gewoon kort reageren, want je noemt inderdaad de verkoop van sociale corporatiewoningen. Nou, wij hebben als PvdA ook staan dat we daar een stop op willen zetten. En ik denk als het gaat over nep sociale huur, hè, dat wordt vaak zo gekscherig gezegd, maar dat is echt wel een belangrijk punt. Wat ons betreft, de sociale huurwoningen hebben echt een goede kwalitatieve woning. Dus niet zeg maar een soort hokje of iets ergens of iets dat verkocht wordt als sociale huur. En ik denk de corporaties zijn bij uitstek de partijen waar wij mee willen samenwerken om dat sociale huur ook te realiseren en mogelijk te maken. En je ziet dat sommige private partijen zich in dat gat springen en aangeven wij kunnen dat ook doen. Maar dan hebben wij wel deze definitie naast staan, gewoon goede kwalitatieve woningen, ruime woningen. Dus niet 30 vierkante meter en dat verkozen zeggen van nou dit is al een woning, gewoon echt goede woningen. Jullie hebben allemaal kunnen reageren. Misschien als laatste woord dan nog meneer Haaien. Ja, het is een beetje een definitie-kwestie met die getallen. Statistiek kan je altijd heel handig naar je eigen hand zetten. Maar laat ik gewoon de oproep onderstrepen dat er ook meer sociale huurwoningen voor gezinnen gebouwd moeten worden. Zodat ook gezinnen bijvoorbeeld in Osdorp gewoon in een prettige en fijne woning kunnen wonen. Ja. Nou, je lijkt het hier goed te kunnen vinden. Dat is een mooi einde misschien, toch een soort saamhorigheid ook. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie waren. Heel graag een groot applaus. Dank jullie wel. Ik wil ook graag het publiek bedanken dat jullie hier waren. Dank je wel. Dus online kunnen jullie dit de komende dagen nog terugkijken. Ook met ondertiteling dus. Ook gisteravond is misschien leuk om te zien. Het ging om dezelfde onderwerpen, dus dan kan je ook misschien nog een beetje vergelijken. Ook is het zo dat Room for Discussion is bezig met recruitment op dit moment. Dus lijkt je het leuk om ook dit soort dingen te organiseren en mensen te interviewen, wat wij normaal namelijk doen. Kijk even op onze website roomfordiscussion.com. En dan zie ik jullie heel graag bij ons volgende interview. Dank jullie wel en succes met Ajax kijken.